Goed, dames en heren, de vergadering is met enige vertraging gestart. Ik deel de vergadering mee dat verontschuldigingen zijn ingekomen de volgende leden. De heer De Croo, de heer Landuit, mevrouw Soens en mevrouw Toeran zijn afwezig wegens ambtsverplichtingen. Mevrouw De Meulemeester en mevrouw Vera Jans zijn afwezig wegens familieverplichtingen. En tenslotte mevrouw Bonte en de heer Dazeleer zijn afwezig om gezondheidsredenen. Dames en heren, bij brief van 17 oktober 2014 deelt de voorzitter van de Senaat mede dat de Senaat zich de vergadering van 14 oktober 2014 heeft geconstitueerd. Dames en heren, de lijst met de ingekomen documenten en mededelingen werden op de banken rondgedeeld. Dames en heren, op 21 oktober maak ik even uw aandacht alstublieft. Op 21 oktober 2014 heeft u een enquête ontvangen over de ontvangst- en informatieactiviteiten ten behoeve van de Vlaamse volksvertegenwoordigers. Met die vragenlijst peilen we naar uw mening over enkele initiatieven die het Algemeen Secretariaat genomen heeft om u te onthalen en te informeren. Dat is namelijk de onthaaldag op 11 juni 2014, de informatiebrochures, het infoportaal op internet en de informatiedag op 25 september 2014. Met uw oordeel en uw tips is het mogelijk om deze initiatieven te evalueren en volgende initiatieven zo goed mogelijk bij uw noden te laten aansluiten. Maar, en u komt het, momenteel hebben we reeds 36, of nog maar pas, 36 Vlaamse volksvertegenwoordigers de enquête ingevuld. En ik doe dus bij deze een warme oproep tot de 88 anderen om zich bij hen aan te sluiten. U kunt de enquête nog invullen tot vanavond. Er zijn geen prijzen aan verbonden. Tot vrijdagavond, zegt de rivier, tot vrijdagavond. Ik herneem tot vrijdagavond. Dames en heren, tot mijn spijt moet ik vaststellen, en dat is, daar vraag ik ook uw aandacht voor, en zeker in deze tijden, dat een toenemend aantal Vlaams volksvertegenwoordigers nalaten om hun aankomst in of vertrek uit de parlementaire gebouwen met hun badge te registreren. Er zijn mensen die komen hier dit gebouw binnen, die gebruiken hun badge niet en die gaan via het onthaal komen die het parlement binnen. Ik wil een heel duidelijke oproep doen om veiligheidsredenen, en dat is voor uw veiligheid, dat is niet om u op een of andere manier te koeieneren, te pesten of wat dan ook. Dat is dat u zich gewoon, ook zelfs als iemand anders de deur voor u gedaan heeft, dat u zich toch aanmeldt. Ik doe dat als voorzitter ook altijd, dus neem een voorbeeld aan de voorzitter. En mag ik vragen dat iedereen onder u hier de nodige zorg aan zou besteden? Ben je het daarmee eens? Dan gaan we nu over naar de actuele vragen. De eerste actuele vraag is van de heer Michel Doomstad, de heer Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse regering, Vlaamse minister van Buitenlandse Beleid en Onroerend Erfgoed over het resultaat van het overleg met Brussels minister-president Rudy Vervoort. Meneer Doomst. Dank u wel, meneer de voorzitter. Via de doorgaans goed ingelichte krant de tijd waar we tijdig op de hoogte van het feit, meneer president, dat u de tijd hebt genomen om met uw collega Brussels minister-president te overleggen. En de titel liet verstaan dat hij deed onder een goed gesternte starten. Brussel en Vlaanderen hebben elkaar nodig. En ik denk dat het goed is dat u de gemeenschapsantennes, tussen de gewestantennes en niet de gemeenschapsantennes, tussen die beide regio's zo goed mogelijk op elkaar afstemt. En dus ik vermoed dat u het daar hebt gehad over shoppen, dat u het daar hebt gehad mogelijkerwijze over voetbal, dat u het mogelijkerwijze ook hebt gehad over het sukkelen op de ring. En mijn vraag was dus concreet, volgens welke agenda is dat verlopen en wat zijn zo ongeveer de gevolgtrekkingen en de conclusies die aan dat gesprek verbonden waren? Minister-president. Ja, dank u wel. Voorzitter, collega Doomst. Inderdaad, het gesprek heeft vanmorgen plaatsgehad. We hebben een aantal zaken besproken. Het gesprek heeft ongeveer een uur geduurd. Ik geef u een aantal dossiers. Ik kan niet op alles ingaan natuurlijk. Eén was het mobiliteitsprobleem. Heel belangrijk, wat ook de basis van uw vraag vormt. Daar hebben we de ring besproken en het Brabantnet. We hebben afspraken gemaakt, heel concrete afspraken, om werkgroepen op te richten om op korte tijd te komen tot oplossingen voor de ring en de aanverwante problemen, maar ook het Brabantnet, met een afstemming op de nieuwe lijnen die Brussel zelf ook plant binnen het gebied van Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met ook daar op niveau van de lijn en de MIVB een werkgroep om praktische zaken, materieel, outillering, exploitatie, ticketing en dergelijke meer te kunnen bekijken. Tweede belangrijk dossier
ging over infrastructuur. Dat was een twee keer goed nieuws. De bouwvergunning voor onze jeugdherberg is eindelijk verleend. De Heilige Geeststraat, de Heilige Geest, is tussengekomen. En dus gaan we de jeugdherberg kunnen bouwen en verbouwen en uitbreiden. Tweede goed nieuws is daar dat de Picardbrug, de fameuze brug die tram- en voetgangersverbinding moet realiseren tussen de Noord en ons nieuw administratief centrum, dat die gepland is, dat die zal uitgevoerd worden. De ideale wereld zou dus over enkele jaren onze ambtenaren kunnen filmen als ze over die veilige brug gaan. De werkstelling was een ander belangrijk thema, waarbij we afgesproken hebben dat de informatisering vooral aan de kant van Brussel beter zou afgestemd worden, zodat er meer activering kan gebeuren. En ook belangrijk, in het kader van de zesde staatsvorming is een bijkomende bevoegdheid gegeven aan de gewesten, zoals u weet, in zaken beroepsopleiding. Daar hebben we afgesproken dat aan de Nederlandstalige kant in Brussel de VDAB dit op zich zal nemen. Dat is niet onbelangrijk. Een ander belangrijk punt was inburgering, verplichte inburgering. Daar is de afspraak om zo snel mogelijk te komen tot een ordonnantie, want het moet een ordonnantie zijn, van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie. Waarna dan de beide trajecten, deze aan Vlaamse zijde, deze aan Franstalige kant, kunnen uitgevoerd worden. Meneer Dooms. Dank u wel, meneer de minister-president, voor uw antwoord. Betekent dat nu dat de afspraken die daar gemaakt zijn, dat verder in werkgroepen op kortere termijn wordt uitgediept? Zit dat in een bepaalde overlegafspraak, ik ga niet zeggen structuur, maar afspraak om dit de volgende weken en maanden verder te implementeren? Want voor ons is wel belangrijk vanuit het parlement dat we weten volgens welke concrete procedure we daar verder tot concreet resultaat kunnen komen. Dank u wel. Wie wens aan te sluiten? Meneer Van Louwen. Dank u wel, meneer de voorzitter. Dank u wel, meneer de minister-president, in de eerste plaats omwille van het initiatief dat door u genomen werd om samen te zitten met inderdaad die Brusselse regering. Collega Dooms heeft het reeds benadrukt. Vlaanderen heeft Brussel nodig, maar ik denk dat evenzeer Brussel Vlaanderen nodig heeft. Ik denk dat het een zeer positieve zaak is dat het initiatief vanuit Vlaanderen genomen is. Ik denk vooral ook dat het een heel positieve zaak is dat er wordt uitgekeken naar een samenwerking tussen Vlaanderen en de hoofdstad. Er zijn inderdaad belangrijke dossiers, u hebt het reeds aangehaald, de ring, Brabant-Brussel-net, mobiliteit, maar ook verplichte inburgering. Het is eigenlijk bijzonder jammer dat die verplichte inburgering nog steeds niet in uitvoering is in onze hoofdstad. Vlaanderen staat daar gelukkig al iets verder in. Ik hoop dan ook dat dat snel met een ordonnantie binnen die GGC, waar Vlaanderen toch ook wel iets in de pap te brokken heeft. Ik wil u dan ook feliciteren met dat initiatief en ik hoop dat dat inderdaad verder navolging krijgt, zonder dat daarvoor bepaalde structuren nodig zijn. Ik dank u. Meneer Somers. Dank u wel, voorzitter. Meneer de minister-president, ook namens onze fractie zijn we heel verheugd over deze ontmoeting en over de afspraken die gemaakt zijn. We denken dat dat een zeer goede zaak is, gelet op de innige verwevenheid tussen Brussel en Vlaanderen. Ook een bewijs van goed nabuurschap en samenwerkingsfederalisme. Wat voor ons belangrijk is, is natuurlijk dat wij als parlement ook inzage kunnen blijven hebben en opvolging kunnen krijgen van de uitrol van de afspraken die nu gemaakt zijn. Ik heb ook een heel concrete vraag. Is er een vervolgafspraak gemaakt tussen u en uw collega van Brussel? Omdat het ons gevoel is dat er vandaag de dag toch met ook de nieuwe Brusselse regering er een grotere openheid is naar samenwerking op een constructieve manier met Vlaanderen. En dat we die kans ook ten volle moeten grijpen, gelet op het grote belang van de hoofdstad ook voor onze regio. Dus heel concreet, is er nog een vervolgafspraak gemaakt en hoe gaat dat direct verder verlopen? Meneer Sanctorum. Ja, meneer de minister-president, ik denk dat de vraagsteller een terechte problematiek aankaart in de zin dat er heel wat projecten zijn gepland, zowel in Brussel als in de Vlaamse rand. En we weten vandaag al dat al die projecten afzonderlijk een grote impact zullen hebben op verkeersveiligheid, op doorstroming, zal vermoedelijk bijkomende files veroorzaken. Denk ook aan ons eigen Uplace, dat toch nog altijd in de stijgers staat. En mijn vraag aan u, meneer de minister-president, is, ja, wat is er nu eigenlijk concreet afgesproken? Want ik vind dat u vrij vaag blijft. Wordt er nu eindelijk eens een totale impact berekend van al die verschillende projecten op de ring rond Brussel, op Brussel en op de Vlaamse rand? Minister-president.
Dank u wel, voorzitter. Collega's Doomst en collega's Somers gaan stellen bijkomende vragen een beetje in dezelfde richting. Welke verdere afspraken? Dus die werkgroepen gaan enerzijds bestaan uit werkgroepen, kabinetten van de twee minister-presidenten en van de ministers Weitz en Pascal Smet, met betrekking tot mobiliteit, met betrekking zowel tot de ring als met betrekking tot het Brabantnet en het binnenhoofdstedelijke net. Die gaan aan het werk gaan. Die gaan dus inderdaad, dat gaat leiden tot verdere opvolging, tot vervolg. Daarover kan, als daar resultaten zijn, natuurlijk ook tekst en uitleg gegeven worden. Als het gaat over een structureel overleg, daar hebben we geen verdere afspraken over gemaakt. Het is in ieder geval mijn intentie, want ik ontmoet de vier minister-presidenten. Door een toeval is het eerste de minister-president van de Duitsstalige gemeenschap geweest, want ik had eerder een afspraak met Rudy de Mot, maar dat is om persoonlijke reden bij hem moeten uitgesteld worden. Het is ook mijn bedoeling om de vier collega's even te blijven zien. Daarom niet elke maand of elke zes maanden, om daar verder structurele opvolging aan te geven. Dus we gaan dat heel zeker doen. En dus het parlement, collega Somers, zal uiteraard op het moment dat er concrete afspraken zijn, maar bijvoorbeeld de ring, ja, loopt voor een deel op het grondgebied van Brussels of stedelijk gewest. Dus het is heel evident dat je daar tot afspraken komt. Ons Brabantnet zal aansluiten op de nieuwe tramlijnen gepland binnen het hoofdstedelijk gewest. Het is evident dat je daar heel praktische afspraken over moet maken. Hè. Beddingen, infrastructuur, exploitatie enzovoort enzovoort. Ook daar is dus een werkgroep. Wat Inburg betreft is het kabinet Holmans en kabinet van minister-president Vervoort die daar de leiding zullen nemen. Collega Santorum, u stelt natuurlijk een zeer uitgebreide vraag. Zijn daar berekeningen gebeurd? We hebben vandaag een samenkomst gehad met principiële afspraken. Ik heb gewezen op belang ook van de ring voor Brussel, omdat daar uiteraard ook een deel van de oplossing in zit voor het lokale verkeer in Brussel, omdat de plannen in de richting gaan van scheiding doorgaand en lokaal verkeer. Maar evenzeer gewezen op het hele grote belang van die tramlijnen voor het in- en uitgaande verkeer in Brussel, voor het binnenhoofdstedelijke verkeer, bijzonder belangrijk om dat te doen. Naast natuurlijk de fietspaden, het fietsgen, de fietsautostrades die ook in het Vlaams regeerakkoord staan. Maar vandaag, dit is een politieke bijeenkomst geweest met een aantal praktische afspraken, zult u begrijpen dat niet tot in detail al die dingen besproken kunnen zijn. Belangrijk is dat er politieke wil is om een aantal dossiers die al een tijd hangen, dat van het Brabantnet, daar is een basisakkoord voor van 1998 tussen de twee toenmalige ministers. Dus is het wel eens tijd om na 16 jaar om dat weer op gang te trekken. En dus vandaag ging het om politieke afspraken, om vooruitgang te boeken, met wederzijdse wil ook om tot resultaat te komen. Meneer Doon, slotopmerking. Zeer goed, meneer de minister-president, dat u het initiatief hebt genomen om in termen van de Brusselse ring te praten. Het moet echt vooruit gaan. Wij willen in de Vlaamse rand op dat vlak eieren leggen. En ik denk dat de draad tussen alle dossiers, zowel het shoppen, het voetballen als de mobiliteit, dat die vooruitgang zal zijn op de ring. En dus echt met aandrang om dat de volgende weken en maanden zo concreet mogelijk te zijn. En vanuit onze kant alle bereidheid om daar in naam van de duizenden alle dagen op de bruggen van Wemmel en van Zaventem staan te kijken om het te doen vooruitgaan. Goed, dankjewel. Volgende actuele vraag van de heer Zondt-Combe, de heer Geert Bourgeois. En die gaat over de bijgestelde economische vooruitzichten van de Europese Commissie en de impact ervan op het overleg tussen de intra-Belgische regeringen betreffende het begrotingspad. Dankjewel, voorzitter. Het is mooi geformuleerd. Mooi. Meneer minister-president, ik heb een vriendelijke, maar een zeer dringende vraag aan u. En vandaag, omdat we gisteren de begrotingsbesprekingen begonnen zijn en eigenlijk zelfs na de begrotingsbesprekingen het een stuk was achterhaald, omdat Europa liet weten dat de groei aan het vertragen is. Ze wijst daarop naar oorzaken zoals daar zijn. Er wordt niet geïnvesteerd aan een voldoende tempo en de consumptie gaat verzwakken, de vraag valt weg. En waarom heb ik hier dan een actuele vraag? Omdat de beslissingen die Vlaanderen moet nemen zijn niet gering. Er wordt bespaard en er wordt bespaard op hoger onderwijs, er wordt bespaard op kinderopvang, er wordt bespaard op kinderbijslag. En nu is het zo dat u een advies hebt dat zegt van pas op met groeivertragingen. Europa zegt de economie gaat vertragen. En als Vlaanderen niet vraagt aan het federale niveau om afspraken te maken over de inspanningen, en dat staat letterlijk in het advies, dan gaat als twee keer de economie 0,5% vertraagt, dan gaat Vlaanderen tot 400 miljoen te veel besparen, te veel inspanning doen.
En ik kom dus helemaal niks vragen over een begrotingstekort dat moet soepeler zijn. Ik kom niks vragen over meer schuld. Ik kom zeer eenvoudig vragen. Gaan jullie afspraken maken met het federale niveau om te zorgen dat Vlaanderen niet meer bespaart dan nodig? Want het gaat over onderwijs, het gaat over kinderopvang, het gaat over kinderbijslag en nog zoveel dingen meer. Heel concreet gaat het niet over kleine bedragen. Hè? Als het advies dat u hebt gekregen zegt, als die twee groeivertragingen zich voortdoen, dan gaat het tot 400 miljoen euro. Dat is meer dan 60 keer de inspanning die wordt gevraagd aan de laagste inkomens door de prijzen van de kinderopvang te verhogen. Dat is meer dan 50 keer de inspanning die gaat gevraagd worden aan de gepensioneerden om een bus te betalen. Dat is meer dan 6 keer de inspanning die gevraagd wordt om te besparen in het hoger onderwijs en het inschrijvingsgeld van de studenten te verhogen. Dat is meer dan 5 keer het bedrag aan kinderbijslag dat volgend jaar voorzien was en niet betaald wordt. Dus mijn vraag is, meneer de minister-president, wil u en zal u zeer dringend vragen aan de andere regeringen en het federale niveau om die afspraken te herzien, om een structureel pad te maken, zodat Vlaanderen niet meer moet besparen dan noodzakelijk. Minister-president. Dank u wel, voorzitter, collega Krombeek. En u was een zeer vriendelijk man. Alleen brengt u alleen het slechte nieuws vandaag. Het zou kunnen zeer De Europese Commissie heeft ook zeer goed nieuws gebracht. Natuurlijk dat u Max zelf achterwege laat. En met name het goede nieuws is dat voor de totale entiteiten binnen België dat structurele tekort volgend jaar teruggedrongen wordt van 2,6% naar 2,2%. Dat is de tabel in de tekst, gaat men zelfs iets verder. Het neigt naar vermindering van 0,5%. Het is dus belangrijk, ook in het licht van de maatregelen die de Europese Commissie vraagt, dit structureel tekort gaat in 2015 naar beneden. Ik ben het met u eens dat er ook slecht nieuws is, met name dat de groeiverwachting van de Europese Commissie, dat die voor België laag uitvalt. Te laag uitvalt, naar 0,9%. U moet wel eens uitleggen, hoe komt dan 400 miljoen effect voor de Vlaamse begroting. 0,1% is 30 miljoen, dus we zitten met een uitgangspunt van 1,5. 0,6, dat zou 180 miljoen zijn, maar misschien hebt u andere basissen daarvoor, moet u maar eens uitleggen. Maar u weet dat wij ons baseren, en we moeten dat trouwens doen, op basis van de financieringswet, op de prognoses van het planbureau. Het planbureau dat zegt volgend jaar groei van 1,5%. We gaan dus moeten zien in welke mate het planbureau zijn prognoses gaat bijstellen. Ik denk dat we daar ook rekening moeten mee houden. Als u nu vraagt in overleg gaan met federaal, ik denk dat daar nu op dit ogenblik geen aanleiding toe is. Ik heb contact genomen met federaal. Federaal gaat nu in overleg met de Europese Commissie, die haar eindoordeel zal vellen eind november. Eind november komt dat eindoordeel. En ik neem aan dat federaal dan een initiatief zal nemen om te gaan samenzitten, wat mij betreft in alle geval. Ik zie niet in dat wij van het pad af zouden wijken. U kent het pad dat wij uitgetekend hebben. Dat is een pad van een evenwicht. Dat is de bedoeling van de begroting die nu aan u voorgelegd wordt en op basis van de prognose van het planbureau. En we gaan natuurlijk voorzichtig zijn. We gaan dat allemaal blijven monitoren. En we gaan kijken of er bij begrotingscontrole of er maatregelen moeten genomen worden. Meneer Combee. Ja, meneer de minister-president, uw antwoord is nee. En ik vind dat onwaarschijnlijk. Van waar haal ik die 400 miljoen? Ik haal die uit het advies dat u deze zomer hebt gekregen vooraleer u het regeerakkoord maakte. Het is het eerste punt van advies van de SERF onder leiding van Jolie Beer, die zegt, als er een groeivertraging is en Vlaanderen die nu met al die nieuwe bevoegdheden, de grootste begroting buiten sociale zekerheid in heel het land, dat is hier nu allemaal, 10 miljard welzijn, 10 miljard onderwijs, en u zegt, nee, we gaan niks vragen aan het federaal. En ik mag mijn vraag zelf kiezen en ik herhaal mijn vraag. Op basis van de cijfers van het advies dat u hebt gekregen, niet mijn cijfers, u wordt nu geconfronteerd met een begrotingspad dat u zichzelf oplegt, waar u perfect, zonder iets te veranderen aan het pad, structureel naar 2018, zoals de N-VA-voorzitter zei, een pad naar 2018 is uitstekend. Wel, laat dat ook voor Vlaanderen uitstekend zijn. En ik vraag u met aandrang, ga wel spreken met het federaal niveau, want u bent 400 miljoen te veel aan het besparen. 400 miljoen te veel, kinderopvang, kinderbijslag, hoger onderwijs, inschrijvingsgeld. En dus met veel aandrang vraag ik u, als u wel zou antwoorden op mijn vraag, u hebt die kans. Het zijn objectieve cijfers die van een adviesraad komen onder leiding van Jolie Beer. En als u zegt dat u niet gaat praten met federaal, besparen we tot 400 miljoen te veel. Wie wens aan te sluiten? Eerste maal. Meneer Van den Heuvel. Ja, meneer de voorzitter, wat ik vooral onthoud uit dat verslag van de Europese Commissie is dat daar heel duidelijk in staat dat de landen die geen structurele hervormingen doen, het veel slechter doen op economisch vlak
zoals Frankrijk, zoals Italië. En dat landen die wel de moed hebben om met visie structurele hervormingen door te voeren, dat die het op termijn en zelfs op korte termijn het beter doen. En dus onze fractie staat voor een beleid om moedige structurele hervormingen te doen met sociale correcties. We moeten investeren in de toekomst voor economische groei, maar ook met sociale vooruitgang. En daar staat onze partij borg voor om met die sociale correctie moedige structurele hervormingen te doen om de toekomst goed voor te bereiden. Meneer Somers. Ja, meneer de voorzitter, collega's, meneer de minister-president, u bent het waarschijnlijk met mij eens dat collega Krombé toch een beetje aan het zwalpen is. Vorige week was hij vragende partij, was hij vorige week vragende partij om de indexprovisie die in de begroting zat, om die al onmiddellijk uit te geven. We zijn nu 1 week later en nu valt het bijna in het andere uiterste en vinden dat we niet genoeg doen om te besparen. Gelukkig heeft toen u zelf en de regering beslist om die indexprovisie voorlopig te behouden en te gebruiken voor eventuele tegenslagen op te vangen. Tweede, ik wil toch 1 cijfer geven, ook aan collega Krombé, wat het investeringsritme betreft van de Vlaamse overheid. Op tijden van crisis is het belangrijk dat we het investeringsniveau voldoende hoog houden. We hebben gisteren een cijfer gekregen van de investeringen die Vlaanderen gaat doen in de begroting volgend jaar. Goed. Dat gaat over 2 miljard 238 miljoen Belgische euro. In 2013 was dat bedrag 3,6 miljard. In 2012 was dat 3,6 miljard. Met andere woorden, deze Vlaamse regering gaat in moeilijke economische tijden meer investeren, meer impulsen geven aan de economie dan de voorbije jaren. Wat ik denk een zeer goed beleid is, een sterk beleid is in tijden van economische tegenspoed. Meneer Zoska. Ja, meneer de voorzitter, collega's, ik kan natuurlijk meneer Somers cijfers eruit halen die in uw kraam passen, of meneer Van den Heuvel ook, maar Griekenland scoort op dit moment voor 2015 beter dan Vlaanderen. Allee, ik bedoel, we kunnen hier een ideologische discussie houden, collega's, maar hetgeen wat meneer Krombé eigenlijk aangeeft... Het voorbeeld dat meneer Krombé eigenlijk aanhaalt, heb ik ook geprobeerd om aan jullie duidelijk te maken bij de septemberverklaring. Dat is dat een begroting wel degelijk rekening moet houden met een economische context. En die economische context die verandert nu. En ik begrijp niet, meneer de minister-president, dat u nu zegt, ik ga wachten op een initiatief van federaal. Ik zou in uw geval toch tenminste met uw federale collega, en u kent hem zeer goed, die dat departement beheert, zou ik toch beginnen afspraken maken om te kijken hoe Vlaanderen met die veranderende economische cijfers die nu bovenkomen, die andere groeiprognose gaat omgaan in zijn begroting. Want dat is ook het fundament van een goede begroting, dat is dat ze dynamisch omgaat met hetgeen wat zich voordoet. En u steekt samen met de collega's van de meerderheid de kop in het zand en u zegt, evenwicht is voor mij het enige van belang. Meneer Diependalen. Dank u wel, meneer de voorzitter. Meneer Joska, ik wil zeer duidelijk zeggen, wat wij net niet doen, is de kop in het zand steken. Want als u die studie van de Europese Commissie goed leest, dan is het inderdaad de vraag van de Commissie om structureel moedige hervormingen door te voeren. En dan vraag ik aan jullie alle twee, als we toch vriendelijk zijn tegen elkaar, neem ik aan dat je het mij niet kwalijk neemt dat we een vraag stellen. Steunt u dan ook de pensioenhervormingen die we federaal doorvoeren? Steunt u de afslanking van de overheid die we op Vlaams niveau doorvoeren? Gaat u ook mee in de stappen die we willen zetten in de sociale zekerheid, in de fiscaliteit? Want dat zijn de structurele hervormingen die Ierland, Spanje en inderdaad ook Griekenland gedaan hebben, waardoor dat de Europese Commissie nu zegt dat zij kunnen aankijken tegen een groei die hoger is dan hier. Wij zitten met een erfenis uit het verleden. En door structureel te hervormen, gaan we daar iets aan doen. Net wat de commissie vraagt. Dus ik vraag aan u, gaat u mee die hervormingen steunen of stapt u morgen mee in de betoging? Ja, dank u wel, meneer de voorzitter, collega Krombé. Ik heb natuurlijk de studie waar u naar verwijst of het rapport niet voor ogen nu. Ik kan u zeggen, 0,1% groei staat nu tussen 25 en 30, staat voor 35 tot 30 miljoen, afgerond 30 miljoen. De 0,6% is 180 miljoen. Maar daar gaat het nu niet over vandaag. Ik denk dat het niet gaat over het juiste cijfer, dat gaat over het principe. En u gaat gemakshalve, en ik heb het al gezegd daar straks voorbij, aan het goede nieuws dat de Europese Commissie een rapport brengt. En collega Van den Heuvel en collega Diependalen hebben erop gewezen. De gefedereerde entiteiten krijgen een goed rapport, want in 2015 daalt het structurele tekort
van 2,6 naar 2,2% tabel in de tekst. Ik herhaal het, gaat het zelfs nog iets beter. Dat is het goede nieuws. En we moeten naar structurele evenwichten, naar structurele besparingen. De Europese Commissie hanteert ook meer en meer die norm. En kijkt inderdaad iets minder naar het nominale dan wel naar het structurele. Juncker iets zelf op kop zegt structurele maatregelen om gezond te worden op termijn. Dat is een goede zaak dat die omzet gebeurd is, dat die curve verandert en dat we gaan richting structureel evenwicht. Dat is de weg die we moeten bewandelen. Iets anders is natuurlijk, ik deel die zorg. En als u denkt dat ik mijn kop in het zand steek, dat is niet waar, want we hebben dat hier al diverse keren gezegd, dat we moeten investeren, dat we moeten blijven investeren. Collega Somers heeft erop gewezen, wij investeren een zeer groot bedrag. Wat mij betreft mag dat bedrag, als dat kan, ook toenemen. Moet ik daarvoor met de federale overheid praten? Ik denk dat ik daarover moet praten met de Europese Commissie. Ik heb ook afspraak gevraagd, ik heb gebeld met commissaris Thijssen, Marianne Thijssen, die bevoegd is voor deze aangelegenheid, om het probleem van het vorderingensaldo te bespreken. Want wij gaan voor een dubbel evenwicht, wij gaan in 15 voor een evenwicht vorderingensaldo, ook voor een kasevenwicht, een nominaal evenwicht. En dat betekent inderdaad dat je kasmatig naar een overschot gaat om ezermatig uw evenwicht te hebben, ook al doe je die uitgaven niet. En ik zou dat veel liever anders hebben. Ik zou liever hebben dat die regels veranderen. Niet dat wij als België een uitzondering krijgen op die regel, maar dat de regel dat een uitgave, een investering, een duurzame investering aantikt op je begroting, op je vorderingensaldo in het jaar van de transactie, dat die verandert. Ik denk dat dit belangrijk is om investeringen te kunnen doen. Leidt dat gesprek tot niets met de Europese Commissie? Dan moeten we zien hoe we daarmee omgaan, want in elk geval is de bedoeling, de wens van deze regering, maar ik ga daar nu geen uitspraken over doen, om te blijven investeren. Een combinatie van een evenwicht en investeringen, dat is waar de begroting 15 voor gaat. Gaan we moeten bijstellen, u weet dat we de traditie hebben van dat goed op te volgen, dat we een traditie hebben om bij te sturen als dat moet. We gaan dat doen bij begrotingscontrole. We gaan nu toch niet op het moment dat de begroting nog aan u voorgelegd wordt, op het moment dat ze nog moet behandeld worden en goedgekeurd worden, overgaans maatregelen gaan nemen. We gaan dat zeer goed monitoren, we gaan dat ook blijven doen. En we gaan in 15, en er is inderdaad verwezen naar de buffer die er is met de indexsprong in begrotingscontrole 15, gaan we zien welke maatregelen we moeten nemen. Maar dat wij kop in het zand steken of geen structurele maatregelen of niet vooruitzien zien, wil ik met de meeste klem tegenspreken. Wij voeren een goed beleid, geen schuldopbouw, evenwicht, tegelijkertijd investeren ook. Volopmerking, meneer Combe. Ja, meneer de voorzitter, ik vind dit voor dit parlement, het is een nieuw gegeven. Er is nog nooit zo'n grote begroting in dit parlement geweest, 40 miljard. Mijn vraag aan de meerderheid was eigenlijk, gaan jullie ervoor zorgen dat in alle inspanningen die moeten gebeuren, Vlaams, federaal, Wallonië, Brussel, dat Vlaanderen niet meer moet besparen dan nodig? Dat was mijn vraag. Het is voor het eerst in dit parlement dat deze meerderheid zegt van nee, wij gaan dat niet doen, wij gaan niet met het federaal gaan praten. En meneer de minister-president, u hebt gelijk over uw cijfer, 0,1% is 30 miljoen. Maar ik heb het rapport wel voor ogen. Het rapport zegt letterlijk, als de economie twee keer met 0,5% vertraagt, gaan de regionale overheden tot 400 miljoen te veel besparen ten opzichte van het federale. Dat is een rapport dat u hebt gekregen in juli. Ik heb het al verschillende keren voor de minister van Begroting in commissie gebracht. Zij reageert er niet op. Daarom dat ik de vraag hier vandaag vriendelijk aan u stel. Ik ga het nog eens zeggen, en het is eigenlijk wel jammer dat de meerderheidsfractieleden reageren met allemaal zeer interessante dingen die niks met mijn vraag te maken hebben. Ik verander niks aan het tekort, niks aan de schuld. Ik heb niks gezegd over kop in het zand steken. Mijn enige vraag is, als dat rapport klopt, dan gaat u tot 400 miljoen te veel besparen. En dat is meer dan 60 keer de inspanning in de kinderopvang voor de laagste inkomens. Dat is 6 keer de inspanning in het hoger onderwijs en het inschrijvingsgeld. En daarom vraag ik het u nog eens met aandrang en zeer vriendelijk. En er verandert niks aan al uw goede bedoelingen, alleen zorg ervoor dat er hier niet te veel bespaard wordt, want er zitten een aantal besparingen in die de mensen treffen. En als uw vraag is of dat ik de onrust en de woede van de mensen begrijp dat dit hun allemaal overkomt, terwijl dat de federale minister van Financiën zegt er is geen alternatief, dan wil ik daar hier in het parlement op antwoorden, meneer Diependalen. Ik ga die mensen steunen in hun protest tegen wat u onnodig aan het doen bent. Er is wel een alternatief. De volgende actuele vraag is van de heer Tom van Grieken tot de heer Jo van Deurs, de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezond en Gezin. Over de uitspraken van de Vereniging voor Alcohol en Andere Drugproblemen met betrekking tot de legalisering van cannabis.
Goed, geachte voorzitter, beste minister. De afgelopen week werden we geconfronteerd door een klein offensief in de media van enkele mensen die de legalisering van cannabis op de politieke agenda wilden plaatsen. Voor eerst was ik al verbaasd over het tijdstip. Ik denk in een periode dat de gewone Vlaming meer moet betalen, dat er wel andere katjes te geeselen zijn dan het al dan niet legaliseren van cannabis. Maar misschien is het wel net daarom dat we collectief in een legale roes verkeren wanneer we de belastingsbrief, de extra belastingen krijgen van de Vlaamse en de federale regering. Maar alle gekheid op een stokje. Mijn verbazing was groot toen een coalitiepartner van u, bij monden van Magidi Blok, wel gewillig was voor eventueel een studie daaromtrent te laten doen. Maar mijn verbazing was nog groter wanneer de directeur van de VAD, een partnerorganisatie van de Vlaamse overheid, ook voorstander was voor de legalisatie van cannabis. En ik vind als statement, ik kan dat alvast wel tellen, pleiten voor de legalisering van cannabis en tegelijkertijd pleiten voor meer preventie en hulpverlening. Ik kan er niet, de indruk niet van ontdoen, meneer de minister, dat het een beetje lijkt op een campagne voor meer verkeersveiligheid aan te kondigen en tegelijkertijd zeggen, jongens, rij maar door het rode licht. Mijn vraag is dan ook heel klaar en duidelijk. Gaat u gevolg geven aan de uitspraken van de directeur van de VAD? En kan hij nog, zij nog functioneren in haar functie als directeur? Ik dank u voor uw antwoord. Minister van Deurzen. Collega, ik heb een tijdje geleden, toen dat debat nog maar eens de kop opstak in een vrije tribune, mijn gedacht daarover nog eens uitgedrukt. Ik ben absoluut voorstander van een ontradingsbeleid, zeker binnen de Vlaamse bevoegdheden. En die zijn dus niet op het justitiële vlak, maar op het vlak van gezondheidspromotie en ziektepreventie, is dat de enige consistente, goede boodschap die wij moeten geven. En ik ben dus tegenstander van een legaliseringsproces, omdat je daarmee vanuit het preventieve standpunt inderdaad een verhaal brengt dat haak staat op een consistente, ontradende boodschap. Ik heb dat toen gezegd, ik wil dat hier nog eens zeggen, dat is wat mij betreft geen nieuw nieuws. Het is fascinerend als je probeert te reconstrueren wat er de voorbije week gebeurd is. Want er is een boek uitgekomen van professor De Ruiver en professor Feinhout. Dan is er een interview geweest met mijn collega op het federale niveau. Daar zijn bepaalde dingen uit in een context gebracht of uit een context gehaald. Gekoppeld aan een studie die eigenlijk door collega Onkelings vroeger ooit besteld is over cannabis, naar aanleiding van een vorige discussie daarover, waarbij dan gesuggereerd wordt dat mevrouw De Blok die studie zou besteld hebben op die enkele weken, waarbij dan de voorzitter van de N-VA gevraagd is om daar fors op te reageren. Ik heb dat allemaal met verbazing bekeken. De VAD is een vereniging van leden die eigenlijk het hele Vlaamse hulpverleningslandschap en landschap van preventie werkers in de drughulpverlening min of meer omvat. Het heeft dus wat dat betreft een zeer sterke benadering vanuit organisatie daartoe bijdraagt. En die VAD heeft inderdaad voor de Vlaamse overheid ook een belangrijke opdracht, want zij moet ons ondersteunen in onze preventieve opdracht. Dat doen ze volgens mij zeer correct. De laatste campagne die we rond cannabis georganiseerd hebben naar jongeren, die trouwens zeer succesvol is geweest en als campagne ook technisch tot een hele goede campagne wordt gerekend, is daar een zeer duidelijk geweest. En dat is een zeer sterk ontradende campagne met betrekking tot cannabis. En wat mij betreft is het dat het punt waarover het moet gaan. De Vlaamse overheid gaat dat beleid verder zetten. Volgend jaar moeten wij een nieuwe gezondheidsdoelstelling formaliseren omdat ons actieplan middelgebruik afloopt. En dan zullen wij opnieuw met deze grondhouding, namelijk hoe kunnen wij in onze preventie die ontradende boodschap consistent brengen, zullen wij opnieuw uiteraard de expertise vergaren die nodig is. En ik heb geen enkele reden om aan te nemen dat de VAD, die in dat communiqué trouwens zeer uitdrukkelijk het schadelijk karakter van cannabis onderschrijft, benadrukt, dat de VAD aan die expertise op het preventieve vlak niet zou ter beschikking stellen op dat ogenblik. Meneer Van Grieken. Dank u wel, meneer de minister. Ik ben heel blij met uw antwoord. Natuurlijk, het kwaad is natuurlijk al geschied door zo'n diffuse communicatie. Is er weer verwarring ontstaan over al dan niet gedoogbeleid, al dan niet het legaliseren. En ik denk dat er maar een eenduidige en klare boodschap kan zijn vanuit de verschillende overheden. Volgens mij kan alleen maar een goed preventiebeleid werken als er een goed, duidelijk
juridisch kader rond is en cannabis niet geregaliseerd wordt. Het kwaad is natuurlijk geschied en de communicatie had veel duidelijker moeten zijn dat cannabis niet alleen heel verslavend is en slecht voor de gezondheid en daarom vanuit het Vlaams Belang niet gelegaliseerd mag worden. En zeker drugsdealers daaromtrent, dat zijn geen kleine zelfstandigen die een centje willen verdienen op de kap van de gezondheid van de mensen. Nee, die mensen moeten keihard worden aangepakt. Ik dank u. Wie wens aan te sluiten? Mevrouw Saïs. Dank u wel, meneer minister-president. Ik zou meneer Van Grieken toch willen aanraden van eens beter te luisteren. Mijn collega huisarts, Maggie de Blok, heeft zeker niet gepleit voor de legalisering van drugs. Integendeel. Wat ze wel heeft gezegd, is misschien dat het zinvol zou zijn om op wetenschappelijke basis te kijken of er een mogelijkheid is tot een derde weg. Uit onderzoek blijkt namelijk dat het volledig legaliseren en een volledig repressief beleid volledig zinloos is. Wat er zeker moet komen, is dat er een gedoogbeleid, dat dat zeker verstrengd wordt. Echter, hiervoor moet er een eenduidig en transparant beleid komen, liefst zelf in de hele Europese Unie. Nu, we moeten zeker als Vlaamse overheid inzetten op het versterken van de maatschappelijke norm van niet-gebruik, en dat we sterk inzetten op een doorgedreven preventie. Ik zou dan ook graag van de minister weten wat hij als bijkomende maatregelen nog zal treffen in verband met de preventie. En dat we zeker als er een bijkomend actieplan komt, dat we dit zeker zullen steunen. Nu, mevrouw Saïs, even de duidelijkheid. Minister Van Deurzen is niet de minister-president en ja, ik ben de voorzitter van het parlement. Ja. Nee, het is dat er geen rolverwisseling ontstaat. En ik zou de volgende keer toch willen vragen om de tekst niet voor te lezen. Hij zegt gewoon datgene wat u denkt dat u moet zeggen, dat maakt het veel aangenamer. Volgens mij was het reglement, mevrouw Peters is het reglement en ik pas het gewoon toe. En ik vind dat gewoon iedereen het reglement moet toepassen, zo simpel is het. Trouwens, uw fractieleider komt er tegen mij ook vertellen dat het goed is dat iedereen zonder papier tussenkomt. Meneer Antzee. Dank u, voorzitter. Meneer Antzee heeft het woord. Ja, ik ben een lastige mens, maar goed. Meneer Antzee. Van u. Jij misbruikt persoonlijke... Meneer Antzee. Dank u wel. Wel, er is vandaag in Vlaanderen inderdaad, zoals de minister aangeeft, al een bijzonder uitgebreid en divers aanbod wat betreft preventie, maar ook de behandeling van drugsverslaafden en alcoholverslaafden. En ik denk dat de grootste uitdaging voor Vlaanderen de komende 5 jaar is eigenlijk om dat bijzonder divers en uitgebreid aanbod, dat eigenlijk ook voor een belangrijk deel ook nog bestaat uit kortlopende projecten, dat men eigenlijk dat aanbod een plaats kan geven in een facettenbeleid, ook in een continuum van preventie over vroegdetectie naar behandeling, maar ook naar repressie. Een repressiefluik waar er ook een link moet zijn wat mij betreft naar die behandeling opnieuw, maar waarvoor we natuurlijk in overleg moeten kunnen treden met het federale niveau. Nu, Vlaanderen heeft heel wat instrumenten vandaag om die opdracht tot een goed einde te brengen. En ik denk dat het voor alle betrokkenen een zeer goede zaak is, voor de burgers, maar ook voor alle hulpverleners op het veld, dat het een zeer goede zaak is dat er vandaag eindelijk op dat federale niveau een duidelijke lijn wordt getrokken, waarbij wordt gekozen voor een verscherping van dat gedoogbeleid met betrekking tot cannabis. En het verheugt me, meneer de minister, dat u vandaag nog eens heel duidelijk stelt dat u met uw bevoegdheden daar ook werk wil van maken, in diezelfde lijn werk maken. Goed. Van een sterk Vlaams drugsbeleid. Minister Van Deurzen. Collega's, morgen is er opnieuw een grote drugconferentie in Gent, die traditioneel daar ook regelmatig, tweejaarlijks denk ik, wordt georganiseerd. Dus daar zullen ook alle experts aanwezig zijn, ook vele politici zullen daar ook het woord nemen en meenemen aan de debatten. Ik hoop echter wel dat datgene wat ons te doen staat in Vlaanderen in de volgende periode, en dat is een evaluatie maken van ons actieplan middelgebruik dat zoveel jaren geleden is gestart en waarvan het plan afloopt eind 2015, en ons voorbereiden op een nieuw actieplan en een nieuwe gezondheidsdoelstelling met betrekking tot middelgebruik, dat we dat niet laten helemaal verengen tot een debat over de problematiek juridisch, de prioriteiten in het vervolgingsbeleid en de strafrechtelijke aspecten van het drugbeleid. Het is heel duidelijk dat dat een belangrijk aspect is van een drugbeleid. Want een goed drugbeleid bestaat altijd uit een stuk repressie, een stuk hulpverlening en een stuk preventie.
En je kan maar een goed consistent beleid hebben als die elementen ook voldoende met elkaar in overeenstemming zijn, of tenminste elkaar niet tegenspreken. En ik zou wat dat betreft willen aansluiten bij de laatste tussenkomsten. Het is heel duidelijk dat als je in dat globale verhaal, waarin het federaal zijn verantwoordelijkheid neemt, en het federaal regeerakkoord trouwens duidelijk is over de positie van de federale overheid, als wij naar onze eigen problematiek en eigen bevoegdheden kijken, en dan staan we voor de volgende periode voor een heleboel belangrijke uitdagingen. Projecten die moeten verduurzamen, moeten geëvalueerd worden. Het preventiewerk dat, denk ik, een structuur nodig heeft, ook met de overgekomen bevoegdheden en middelen, moet dat gebeuren. We moeten ook die nieuwe drughulpverlening die in onze actieradius komt, te integreren en een plaats geven. We moeten onze preventiestrategieën evalueren. Kortom, er zijn heel wat uitdagingen binnen het aspect hoe kan je een ontradend verhaal brengen vanuit die preventieve bevoegdheid. En ik hoop dat we met al de betrokken partijen daaromtrent in de loop van het volgende jaar het gesprek kunnen voeren. En ik ga vanuit dat wat de federale kant en meer bepaald de justitiële kant betreft, we verder kunnen gaan op datgene wat in het federale regeerakkoord daarover beschreven staat. En dat dat voor ons in het respect voor elkaars bevoegdheden de randvoorwaarden zijn die we zullen meenemen in de opmaak van ons eigen nieuwe gezondheidsdoelstelling / actieplan. Meneer Van Grieken, slotopmerking. Ja, meneer de voorzitter. Minister, sta me toe voor af te sluiten met een kort citaat uit een persmededeling dat u zelf verspreid hebt, meneer minister. Dat bij de legalisering, bij legalisering van cannabis wordt de preventieboodschap 1 tegenstrijdig en 2 ongeloofwaardig. De overheid pleit voor ontrading van het gebruik, maar organiseert tegelijkertijd zelf het cannabisaanbod. Legalisatie van cannabis maakt preventie ongeloofwaardig. Ik kan het ter zake niet meer met u eens zijn, meneer de minister, en als u het zo formuleert. Preventie kan alleen maar in een duidelijk juridisch en legaal kader. En daarom pleit onze partij voor een harde aanpak en een duidelijkheid en cannabis niet te legaliseren. Ik dank u. Goed, dank u wel. Volgende actuele vraag is mevrouw Freya van der Bossen tot de heer Jo van Deurze. En die gaat over de evolutie van de suïcidecijfers in Vlaanderen en het behalen van de doelstellingen 2020. Mevrouw van der Bossen. Dank u wel. Meneer de minister, het is zo dat uit de meest recente cijfers omtrent zelfdoding in Vlaanderen blijkt dat, al zijn de cijfers iets wat gestabiliseerd, dat we toch ons op een erg hoog niveau blijven bevinden. Die stabilisering is op zich dus niet echt zo'n goed teken. 1,5 keer het gemiddelde in Europa, 2 keer zoveel als in Nederland en in buurlanden als Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zien we sinds 2006, het jaar waarin de actieplannen zijn gestart, een daling van het aantal zelfdodingen in België, erg hoog aan de top binnen Europa, helaas louter die stabilisering. Dat betekent dat die actieplannen die er zijn sinds 2006, ook al zijn daar erg goede initiatieven genomen, waar ik u en uw voorganger, mevrouw Vervotte, zeker voor feliciteren. Ik denk aan alles wat er is gebeurd rond sensibilisering, het gevecht tegen het grote taboe dat heerst rond psychische hulpverlening, hè, zoals via Te Gek bijvoorbeeld, de nieuwe online initiatieven. Ik vind dat allemaal zeer goede initiatieven, maar we moeten ook durven erkennen dat Vlaanderen weinig vat krijgt op de problematiek. En dat de meest directe manier waarop u mensen die in nood zijn en die mogelijk zich zodanig slecht voelen dat ze geen uitweg meer zien, waarop u die mensen kan helpen, dat is via heel eenvoudig toegankelijke eerste lijns zorg. Die is er ook via de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg in Vlaanderen. Maar wat blijkt nu? Daar zijn de wachtlijsten zo lang geworden dat een aantal centra zelfs heeft besloten die hele aanmeldingsprocedure stop te zetten, omdat mensen al meer dan 2 jaar moeten wachten nu op noodzakelijke psychische hulp. Je moet zich dat inbeelden. Iemand loopt rond met een zware depressie, ziet geen uitweg meer, wendt zich tot zo'n centrum en krijgt daar te horen: mensen voor u moesten 2 jaar wachten, vonden het niet meer verantwoord namen op een lijst te zetten. Wij kunnen u helaas niet helpen. Wat, meneer de minister, gaat u daaraan doen? Minister Van Deurze. Ja, collega, ik betreur het een beetje dat op 2 niveaus de zaken, denk ik, door u een beetje anders worden ingeschat dan ik dat zelf doe. Kijk, ten eerste wat de cijfers betreft. De cijfers over 2012 geven aan dat er inderdaad een lichte daling is van het trieste cijfer aantal zelfdodingen in Vlaanderen. Dat is absoluut niet voldoende om van een trend te spreken, maar het is ten opzichte van de prognoses die alle experts gemaakt hebben vorig jaar wel een verrassend cijfer.
elke zelfdoding is er uiteraard één te veel, maar als je vorig jaar aan de experts zou gevraagd hebben wat mag je verwachten in 2012, dan zouden die gezegd hebben zonder enige twijfel een serieuze toename van het aantal zelfdodingen, want we weten gewoon dat economisch moeilijke tijden een rechtstreeks causaal verband hebben met dat trieste cijfer. En dus in die zin, als u de experts gisteren beluisterd hebt, zeggen ze, ja, dat is uiteraard nog altijd dramatisch, maar het is toch in ieder geval tegen datgene wat werd verwacht vanuit de prognoses. Ten opzichte van de gezondheidsdoelstelling die geformuleerd is op de tweede gezondheidsconferentie, staan we op dit moment op 17% minder zelfdodingen in de gestandaardiseerde cijfers. Dat zijn de normen die we gebruiken om de vergelijking te maken ten opzichte van 2000 voor de vrouwen en 12% minder voor de mannen. En de doelstelling is dus 20% minder voor de totale, op het totale niveau in 2020. Dus daar is zeker een evolutie, maar het is juist dat die economische crisis in meerdere landen ook daar een effect heeft in gehad. En nogmaals, ik ben met u absoluut eens, er is absoluut geen reden om te denken dat, dat de zaken daarmee allemaal rustig in beloop kunnen laten gaan, maar het is in ieder geval een signaal dat wellicht ook een aantal initiatieven aanslaan. Maar ik ben realist genoeg om te weten dat je niet de pretentie mag hebben dat je met een plan, dat je op dingen die een dermate grote impact hebben, zoals een economische crisis, dat je daar alles mee kan corrigeren of weggommen. Zo werkt dat natuurlijk niet. Twee, wat de toegang tot de geestelijke gezondheid betreft. Als u gisteren de experts in ter zake gehoord hebt, dan zult u ook gehoord hebben dat zij zeggen, ja, maar u moet wel opletten met een zeer nauwe associatie te leggen tussen ja, de toegang tot de geestelijke gezondheidszorg as such, en de cijfers zelfdoding, maar er is natuurlijk een relatie. Het is heel duidelijk dat in België en in Vlaanderen de toegang tot geestelijke gezondheidszorg laagdrempelig, eerste lijn ambulant, om dat maar te noemen in het geheel van de psychiatrie, dat dat problematisch is, dat dat beter kan. Dat is zeker als je dat vergelijkt met andere landen zo. Dat is echt niet te verengen tot de problematiek van de CGG's. Ik verbaas mij er elke keer over hoe dat men de indruk wekt dat de Vlaamse overheid bevoegd is voor het deel de grote toegang tot de geestelijke gezondheidszorg. Dat is natuurlijk in de grootst mogelijke zaak de ziekteverzekering. De CGG's hebben daar uiteraard een plaats in. Dat is onze verantwoordelijkheid en daar hebben we de voorbije jaren ook substantieel in geïnvesteerd. Daar is een probleem. Met wachtlijsten. Ook dat is niet nieuw. We hebben al verschillende initiatieven genomen en actieplannen gemaakt om daaraan te strijden. Maar je moet die toegang tot de geestelijke gezondheid zien in een veel breder perspectief. Psychiatrie intramuros afbouwen en ambulant maken, grote verdiensten van mevrouw Onkelings, wordt voortgezet in het federaal regeerakkoord. Meer psychiatrische zorg mogelijk maken voor jongeren, staat in het federaal regeerakkoord. Psychotherapie terugbetaalbaar maken, staat in het federaal regeerakkoord. En wij moeten daar ons deel in doen, maar het is echt een veel breder verhaal dan dat te verengen tot de CGG's. En het CGG in kwestie, dat ik dan gisteren mocht ontmoeten in de nieuwsuitzending, dat heeft een specifiek probleem, los van de algemene problematiek, waar we over trouwens met de CGG's zullen samenzitten. We gaan opnieuw kijken hoe dat we nieuwe methodologieën, nieuwe aanpakken kunnen faciliteren om aan dat probleem in de CGG's een oplossing te bieden. Maar dat CGG specifiek, dat is een CGG dat zeker al heel creatief en innovatief geweest is, maar dat situeert zich in de Kempen, als ik het mij goed herinner, en heeft een specifiek probleem, namelijk dat zij pretenderen dat als je de personeelsbestaffing ziet, dat er daar een historisch een probleem van achterstand is. En daar moeten we dus met dat CGG naar kijken of dat inderdaad een specifieke oplossing behoeft. Mevrouw Van den Bossen. Ja, meneer de minister, u zegt de voorbije jaren, heb toch mijn deel gedaan, heeft Vlaanderen ook geïnvesteerd, want u hoort mij niet zeggen dat dat enkel uw verantwoordelijkheid is. Alleen in het Vlaamse parlement kan ik enkel de Vlaamse regering daarover ondervragen. En dus heb ik het alleen maar over uw bevoegdheden. U zegt, ik heb er altijd substantieel in geïnvesteerd, maar ik zie in de begroting die nu is neergelegd in het parlement, dat u meer dan 1 miljoen bespaart op het artikel waar de gelden komen voor die centra geestelijke gezondheidszorg. Nu moet u mij eens uitleggen waarom u in tijden van, u zegt het zelf, moeilijkheden, u weet dat de cijfers voor zelfdoding in Vlaanderen erg slecht zijn. 1,5 keer het Europese gemiddelde, 2 keer zoveel als in Nederland. Het is niet alsof in andere Europese landen er geen economische crisis is. Hè? En toch, in die landen, sinds 2006, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, een daling van de cijfers. Uw grootste daling in Vlaanderen heeft zich gesitueerd tussen 2000 en 2006. 2000, historisch hoogtepunt, 2006, historisch dieptepunt. En sedertien
zijn er weer stijgingen en van bepaalde subgroepen zelf nog extra. Die mensen waar u naar verwijst in de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg zeggen zelf, de situatie is dramatisch. Elk jaar krijgen een paar duizend Vlamingen niet de hulp die ze nodig hebben of ze krijgen die te laat. En ik zal niet zeggen dat u daar als enige verantwoordelijk voor bent, maar u kan een deel doen. Ik weet dat u bekommerd bent om de problematiek. Alsjeblieft, laat dat ook zien in de cijfers, in de daden. Ik wens iemand aan te sluiten. Mevrouw Van der Brand. Ik kreeg het daar net een beetje kil wanneer we statistisch blij zijn dat het nog wel meevalt. Het gaat hier om mensen die vrijwillig uit het leven stappen. En zolang er mensen zijn die dat doen, zijn het er te veel. Het moet onze ambitie zijn om dat cijfer omlaag te krijgen en tot op nul te krijgen. U zegt het is vooral de verantwoordelijkheid van de federale regering om daar iets aan te doen. Ook daar heb ik eigenlijk geen behoefte aan. Oké, we zullen in het federale parlement onze ministers daar moeten op het matje verroepen, maar ook u hebt een bevoegdheid, ook u kan hier iets aan doen. En als er mensen in Vlaanderen zelfmoord plegen en u bent minister bevoegd voor de geestelijke gezondheidszorg, dan verwacht ik van u dat u hier met de nodige nederigheid en met de nodige respect voor die mensen staat. U zegt zelf dat de wachttijden er zijn. De wachttijden zijn er niet, ze nemen ook toe. Sinds 2008 is het aantal weken en maanden dat mensen moeten wachten op een gesprek, op simpelweg een gesprek, steeds toegenomen. De centra geestelijke gezondheidszorg zijn inderdaad aan de alarmbel aan het trekken. Er was één voorbeeld van het centrum in Mechelen gisteren, die heeft gezegd, we hebben gewoon een aanmeldingstop gedaan, want we hebben een wachttijd van meer dan 2 jaar. We hebben gewoon gezegd dat mensen zich niet meer kunnen aanmelden. U zegt, dat is misschien een unieke positie, maar het is wel een centrum dat met een enorm capaciteitstekort kampt. Het is wel een signaal. Dus mijn vraag aan u is, op welke manier en vooral met welke middelen zal u zorgen dat er voldoende diensten ter beschikking staan, dat mensen die hulp vragen, hulp kunnen krijgen? Dank u wel, voorzitter. Collega's, ik erger mij toch als ik collega Van den Bossen hoor het probleem verengen tot het toegangsprobleem tot de CGG's. Als ik collega daar hoor zeggen dat de minister heeft beweerd dat het nu maar aan het federale is, dat hij zijn ding heeft gedaan, dat is pure onzin, dat is hallucinant, dat is een manifest gebrek aan ernst en aan kennis over het ingewikkelde dossier van de suïcidepreventie. En daar wordt al jaren goed en degelijk aan gewerkt. En we zijn er niet. En de minister en mijn partij en de andere fracties, denk ik, in dit half rond ook, zijn de eerste om toe te geven dat er nog heel veel werk voor de winkel ligt. Maar laten we toch even ernstig blijven. Als we kijken de weg die de voorbije jaren is afgelegd, wat betreft het professionaliseren van de hulp, zowel naar preventie als postventie wat suïcide betreft, dan denk ik dat we daar terecht fier op mogen zijn. Dat wil niet zeggen dat we zelf genoegzaam mogen zijn, maar daar heb ik hier ook niemand voor horen pleiten. Ik heb een korte vraag aan de minister. Ik heb er eigenlijk twee als ik mag. Eén wat betreft die terugbetaling van psychologische zorg, want ik denk inderdaad dat dat essentieel is, of het op dit ogenblik al mogelijk is, daar een timing min of meer op te plakken. En dan tweede wat het begrip ketenzorg betreft, dat ook heel terecht in het Tweede Vlaams Actieplan als een sterk element naar voren wordt geschoven, waar de minister daar nog de grootste moeilijkheden detecteert, zodanig dat we vanuit dit parlement ook daar verder opvolging aan kunnen geven. Mevrouw Schrijvers. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik wil me inderdaad graag aansluiten bij wat collega De Bruin heeft gezegd. Ik vind het ook hallucinant dat hier door een aantal collega's gewoon bijna het bestaan van het Vlaams Actieplan wordt genegeerd, terwijl er aan het eerste plan, maar bij vorige legislatuur zeker aan het tweede Vlaams Actieplan, zeer, zeer hard hebben gewerkt en daarover in de commissie ook heel hard hebben gediscussieerd. En dat Vlaams Actieplan heel duidelijke doelstellingen heeft. En inderdaad, we zijn er nog niet. Maar in dat actieplan worden een aantal heel duidelijke strategieën afgebakend met acties. Acties die ook in uitvoering zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan de preventiecoaches in de scholen, aan de uitwerking van de preventiecoaches op de werkvloer, zoals we het gisteren nog in de commissie hebben gehoord. Ik denk aan de online hulpverlening, ik denk daar aan de hulplijn 1813 en zo verder. Maar we zijn er inderdaad niet. Het Vlaams Actieplan bakent ook een aantal duidelijke risicogroepen af, met een duidelijk beleid. En dat is mijn bijkomende vraag, meneer de minister. Als we de cijfers lezen in de huidige evoluties, dan zien we dat er toch een aantal significante cijfers komen met betrekking tot
tot bepaalde leeftijdscategorieën, noopt dit tot eventuele bijsturing van dit doelgroepenbeleid? Minister van Deurzen. Wel, met dat laatste... Excuseer. Niet gezien, neem ik aan. Ik zou ook nog graag willen aansluiten en ik zou eigenlijk ook willen beamen wat de collega's hier zeggen. We hebben het hier over cijfers, maar achter dit cijfer zitten mensen. En elk punt achter de komma of elk cijfer hier is veel te veel. In vergelijking met Nederland blijven de cijfers hier inderdaad hoog. Maar ik ben het volledig eens met de voorgaande sprekers dat het niet enkel gaat over de toegang tot de geestelijke gezondheidszorg, maar dat er bijvoorbeeld ook in Vlaanderen, in vergelijking met Nederland, er een groter taboe is op het zoeken van hulp. En mevrouw Schrijvers heeft het al gehad over specifieke leeftijdsgroepen. We hebben al een discussie gehad over jonge vrouwen in de leeftijd van 16 tot 24 die meer psychische problemen hebben. Maar mijn insteek, mijn vraag aan de minister is van... In het federaal regeerakkoord wordt nu voorzien dat er een terugbetaling voorzien is voor psychologische consulten. Dat is denk ik een bijkomend instrument. Gaat u daar ook rekening mee houden in het beleid en gaat u het beleid daar naartoe bijsturen om dat ook als een instrument in uw beleid te implementeren? Goed, minister Van Deurzen. Wel ja, collega's, om met het laatste te beginnen. Absoluut ja, absoluut ja. Het is heel duidelijk dat op het ogenblik dat men in het RISIF deze initiatieven zal nemen en de timing, ja, ik kan mij voorstellen dat mijn collega die pas in haar bevoegdheden is geïnstalleerd, dat je dat natuurlijk moet voorbereiden enzovoort. Dus ik ga ervan uit dat dat in de loop van de volgende jaren geleidelijk aan zal gebeuren. Absoluut, ja, wij moeten daaraan meewerken. Dat moet ons helpen om onze experimenten met onze eerste lijns psychologische punctie ook te stabiliseren en de ervaringen die we daarin hebben, willen we graag ook daarin ter beschikking stellen. Dat moet ook mogelijk maken om ambulante ondersteuningsvormen ook breder toegankelijk te maken. En ik kan mij voorstellen dat men op het federaal niveau ook gaat een aantal randvoorwaarden bepalen. Niet zomaar elk consult zal terugbetaald zijn. Daar zal je een plan, een context voor moeten creëren, een aantal voorwaarden. Dus als de vraag komt van het federaal om daaromtrent aan tafel te zitten, is het antwoord volmondig ja. Zoals wij ook gaan meewerken aan het plan om meer psychiatrische zorg toegankelijk te maken voor jongeren, dat staat in het federale regeerakkoord, dat matcht met onze integrale jeugdhulp. Dus absoluut, absoluut overtuigd dat we dat samen moeten doen en dat wij ons deel van de verantwoordelijkheid daarin uiteraard ook moeten opnemen. De vraag naar de specifieke kwetsbare groepen, die zijn in het actieplan gedefinieerd. En wij gaan die groepen niet wijzigen. Maar een aantal cijfers geven wel aan dat we heel terecht een aantal groepen hebben afgezonderd of beschreven. En als je de cijfers ziet, dan kan je veronderstellen dat mannen vanaf een bepaalde leeftijd toch echt wel in een groep zitten waar er meer zelfdodingen worden geregistreerd, ook in 2012. En dat doet vermoeden dat de impact van die economische crisis daar wellicht extra moet in het oog gehouden worden. En dat betekent dat je met de collega voor werk, in dit geval ook in hoofdzaak de federale collega, dat je moet afspraken maken. De acties die daar ontstaan zijn met mevrouw De Koning rond de burn-out, de depressie, dat je daar moet proberen ook mee verder aan de slag te gaan en dat ondersteunen met datgene wat wij vanuit Vlaanderen ook kunnen. Ketenaanpak, absoluut vragende partij. Dat wil zeggen dat de uitbouw van de richtlijnen die wij ontwikkelen en waarbij wij proberen te zorgen dat de al diverse actoren goed op elkaar inspelen, dat we die richtlijnen verder moeten uitrollen. Een van de meest mooie voorbeelden is, wat doe je met jonge mensen of met mensen die op een spoedgebouw terechtkomen met een suïcidepoging? Hoe ga je dat opvolgen? Wel, we zijn daar toch al in geslaagd om bijna alle spoedgevallendiensten van Vlaanderen in dat soort ketenbenadering mee te nemen. Collega's, u moet mij niet straks overtuigen dat ik meer bescheiden moet zijn, want eerlijk gezegd insinueren dat ik een soort tevredenheid heb over cijfers, over zelfdoding. Ik vind dat een wat intriste suggestie, want dat is natuurlijk absoluut misplaatst. Maar er is één ding waar we toch even moeten op attenderen. In het buitenland wordt het Vlaamse actieplan als een modelplan beschouwd. Het is echt iets waarvoor onze mensen internationaal gesolliciteerd worden om daarover te spreken. En wij gaan dus met die CGG's aan tafel. We gaan kijken hoe we kunnen helpen. Die moeten echt waar niet meer in de besparingen tussenkomen dan anderen. En de besparingen die zij moeten doen, zijn echt niet van aard om hun capaciteit in het zorgaanbod in gedrang te brengen. Daar ben ik echt wel van overtuigd. Maar we gaan natuurlijk met hun aan tafel zitten en gaan kijken of online of groepstherapieën en gesprekken, of er een aantal dingen zijn die we met hen ook kunnen aanbieden of mee ondersteunen om zo ook aan dat wachtprobleem in de CGG's een antwoord te bieden. Maar nog eens,
Wij moeten de geestelijke gezondheidszorg in zijn globaliteit zien. En het spijt me verschrikkelijk. Hè? Dat is een gedeelde bevoegdheid. En het grootste stuk van de vraag toegankelijke en betaalbare geestelijke gezondheidszorg is een federale ziekteverzekeringskwestie met een luik dat historisch gezien tot onze bevoegdheden behoort, maar waar de samenspraak, denk ik, toch boven alles zou moeten kunnen gaan en wat mij betreft absoluut bereid om dat te doen. Slotopmerking, mevrouw de Bosse. Dank u wel. Meneer de minister, wat ik ook in het begin heb gezegd, ik vind dat beide actieplannen in Vlaanderen erg goede initiatieven bevatten. Niemand van mijn fractie betwist dat. Punt is dat we niet blind mogen zijn voor het feit dat ondanks al die inspanningen die u zich troost en velen met u, dat er nog altijd elke dag 3 mensen zijn die uit het leven stappen omdat ze het leven niet meer zien zitten, omdat het voor hen te zwaar is om te dragen. En ik besef ook dat niet de enige oplossing is die mensen eenvoudige toegang te verlenen tot psychische hulp. Maar uit elke getuigenis blijkt, meneer de minister, van iemand die een zware depressie heeft overwonnen, dat dat mede dankzij professionele hulpverlening is geweest. Dus doen alsof het geen erg belangrijk onderdeel is van een hele keten. Daar ga ik ook niet aan meedoen. Het is essentieel. En wat ik u vraag is, als u zegt, kijk, ik wil ook wel, maar ik moet mijn best doen in de begroting enzovoort, is dat u minstens voor die groep mensen, voor wie het leven te zwaar om te dragen is, dat voor die groep mensen, en ik neem aan dat ook uw collega's in de regering, want ik heb toch op basis van de tussenkomsten van veel van onze collega's hetzelfde gehoord, het met u eens zullen zijn dat dat geen groep is waarop bespaard kan worden. Dat dat een groep mensen is die we een nieuw perspectief moeten geven, een nieuwe kans op een beter leven, een leven dat ze zelf weer zien zitten. Het is altijd iemands zoon, iemands moeder, iemands broer. En ik weet dat u niet de enige bent die dat allemaal kan oplossen, maar u kan een deel doen. En het enige wat ik u vraag is, doe dat deel. Volgende actuele vraag is van mevrouw Martine Fournier tot de heer Philippe Muiters, Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over co-sourcing. En een gelijkaardige vraag van de heer Axel Ronsen. Axel. Goed dan, Axel Ronsen. Tevreden, meneer Sint-Aubin? Mevrouw Fournier. Dank u, voorzitter, collega's, meneer de minister. Misschien eerst kort uitleggen wat co-sourcing is. Dat is eigenlijk het tijdelijk verhuren van personeel van het ene bedrijf naar het andere. Om het uit te leggen met een case, met een bedrijf zelf. Voor de mensen die het niet wisten. Om het uit te leggen met een bedrijf zelf, met een case. Bombardier is ook in het nieuws gekomen gisteren en eergisteren. Zij zitten in feite met een tijdelijke terugval in hun productie. Zij wachten op een bestelling van een NBS van om en bij de 3 miljard euro. En om die tijdelijke terugval in hun productie te kunnen overbruggen, hadden ze graag 150 personeelsleden verhuurd van het bedrijf van Bombardier aan een ander bedrijf. Dat heet co-sourcing. Nu, het begrip co-sourcing is niet nieuw. Ik heb daar ook al verschillende vragen over gesteld. Ik denk 2 of 3 in de commissie in de vorige legislatuur. En naar aanleiding ook van een proefproject tussen de VDAB en VOCA, als ik me niet vergis, in 2011 was er een proefproject tussen VOCA en de VDAB. En uw antwoord was altijd, ik sta er niet ongenegen tegenover, ik ben er positief zelfs tegenover, maar het probleem is dat het in eerste instantie een federale wetgeving is. De wet ter beschikking, de wet van ter beschikkingstelling. Nu, u zei dan ook, van ik zal overleg plegen met collega van federaal collega Economie en Werk, of Werk, minister Monica de Koning. Ik weet niet of dat ondertussen gebeurd is, ik zal dat misschien straks van u horen. Nu, er is een nieuwe regering, er is een nieuwe minister, minister Chris Peeters, die gisteren daarop, op het geval van Bombardier, ook al een reactie gegeven heeft, een positieve reactie. Hij staat er niet weigerachtig tegenover, meer nog, hij is bereid om in sociaal overleg na te gaan hoe dit verder en breder vorm kan krijgen. Mijn vraag aan u, meneer de minister, is welke rol kan de VDAB spelen? Heeft ze een faciliterende rol? En ik had graag van u gehoord hoe u de rol van de VDAB in dit dossier ziet. Meneer Ronsen. Ja, meneer de minister, ik zal u een tweede definitie van co-sourcing besparen. Ik zal u ook de uitleg over het geval Bombardier besparen. Maar het geval Bombardier is wel een essentieel punt in de evolutie van onze arbeidsmarkt, die onze arbeidsmarkt de facto kan leiden naar een arbeidsmarkt 2.0.
Een arbeidsmarkt waarvan het DNA eigenlijk bestaat uit een wezenlijke samenwerking tussen bedrijven, KMO's, multinationals, op Vlaams niveau, maar zelf met aangrenzende regio's rond Vlaanderen. Dat is zeer wezenlijk en ik denk dat wij alles op alles moeten zetten om deze evolutie, die zich voor alle duidelijkheid niet voor de eerste keer stelt, kans op slagen te bieden om zo een arbeidsmarkt 2.0 te gaan creëren. Een arbeidsmarkt 2.0 die een aantal belangrijke voordelen biedt. Een heel belangrijk voordeel is een indirect voordeel, namelijk het biedt kennisuitwisseling tussen bedrijven onderling uit. Hè, want personeel dat uitbesteed is geweest, komt terug in het bedrijf met een pak kennis. Twee, het biedt duurzame werkgelegenheid. Drie, het is goed voor de competitiviteit, want de bedrijven in kwestie moeten geen toeslag betalen op economische werkloosheidsuitkeringen. En vier, het is ook goed in de aanpak naar knelpuntberoepen toe. In het geval van Bombardier gaat dat over mensen die elektricien zijn of lasser. Dat zijn zeer waardevolle beroepen waar nogal wat moeite is om die te vinden. Nu, de sleutel tot die poort van die arbeidsmarkt 2.0 ligt inderdaad federaal. De uitdaging voor Chris Peeters is belangrijk. Maar gelet op het belang hiervoor voor onze Vlaamse arbeidsmarkt en economie, denk ik dat u hier ook mee in de cockpit moet zitten. En twee, dat u ook een stuk moet nagaan hoe Vlaanderen zich daar een faciliterende rol op kan voorbereiden. Ik denk daarbij aan de ontsluiting van de kennis en expertise bij de VDAB en de screening naar mogelijke bedrijven waar een bedrijf als Bombardier haar personeel kan te werk stellen tijdelijk. Dus mijn vraag is, wat is de rol die u daarin wenst te spelen? Ja, minister Muiters. Dank u wel, meneer de voorzitter. En, ik heb gisteren de mensen van Bombardier ook ontvangen bij mij op het kabinet. En ja, mevrouw Fournier, ik ben effectief van. Collega Ronsen heeft al een aantal van de punten aangehaald. Ik denk dat het voor het bedrijf dat die co-sourcing doet, van waaruit de mensen vertrekken, op die manier een stuk flexibiliteit kan bieden, dat het bedrijf dat ontvangt soms een aantal knelpuntberoepen toch ingevuld krijgt. Maar aan de andere kant is het ook voor de werknemers interessant. Ze geven een stuk loopbaanzekerheid. Maar ik ben ook altijd van oordeel dat iemand die zijn ervaring opdoet in een ander bedrijf, dat dat eigenlijk naar competenties van dat bedrijf een extra voordeel biedt. U vroeg of ik daarover contact heb gehad met de federale collega. Op 18 april 2013 heb ik dat aangekaart bij de collega. En eigenlijk is er op federaal niveau ook nog iets gebeurd. Dat is op 15 april of 25 april 2014, dus in de loop van dit jaar, dat daar nog een wijziging is gebeurd aan de wetgeving. Een wijziging die maakt dat werkgeversgroepen, zij het in een aparte VZW, samen een soort pooling kunnen doen. Dus een aantal werknemers bij het één bedrijf en bij het ander bedrijf te werk kunnen stellen. Daar zijn wel zware voorwaarden aan gekoppeld. Dus dat is misschien wel de eerste stap. Nu, ik denk dat het niet ver genoeg nog niet gaat. Ik kom daar zo dadelijk op terug. Wat betreft, wat kan Vlaanderen doen? Ik denk de eerste stap die we kunnen doen is meezorgen dat dat gefaciliteerd wordt, dat dat ook bekendgemaakt wordt. De wetgeving die daaromtrent bestaat, of diegene die er nog kan komen daaromtrent. Ik blijf wel vinden, voor alle duidelijkheid, dat de eerste stap altijd vanuit een bedrijf zelf moet gezet worden. Ten tweede, ik denk dat je ook niet als VDAB in de plaats van de private partners moet treden, dat het in eerste instantie de private arbeidsbemiddelaars zijn die daar met het bedrijf het een en het ander kunnen ronddoen. Ik denk ook dat, en dat zien we ook bij Bombardier opnieuw, dat een aantal Vlaamse netwerken van werkgevers daar ook kunnen naar bekendmaking, naar andere bedrijven daarbij betrekken, een rol kunnen vervullen. Maar natuurlijk, de VDAB heeft de databank met de vacatures die openstaan bij de collega's bedrijven en dat die databank ontsloten wordt naar een bedrijf dat aan co-sourcing wil doen in de ene of de andere richting, lijkt mij ook een positieve zaak en een bijdrage die vanuit VDAB kan genomen worden. Ik kan u ook zeggen dat ik ondertussen opnieuw contact heb gehad met de federale collega, dus nu Chris Peeters, en dat hij die visie en die pluspunten ook ziet. En dat hij met mij heeft afgesproken dat wij op korte termijn daarover verder overleggen om te kijken op dit punt, maar ook wellicht op andere punten, hoe we het beleid daarin kunnen versterken, zodanig dat bijvoorbeeld nu in het geval van Bombardier die co-sourcing effectief
eenvoudig kan gerealiseerd worden. Meneer Fournier, mevrouw Fournier, excuseer. Dank u, meneer de minister, voor uw uitleg. Ik heb daar niet zoveel meer aan toe te voegen. Ik ben heel tevreden met uw uitleg. Ik ben blij dat er contact is, dat er ook al stappen ondernomen werden in 2013. Maar ik denk dat u samen met minister Peters dat het heel vlug vooruitgang zal zijn in dit dossier. En ik ben daarin heel hoopvol. Meneer Ronsen. Ja, meneer de minister, ik ben blij te vernemen dat de informatiedatabank van de VDAB, de ontsluiting daarvan, voor u een mogelijkheid is. Dat de VDAB daar geen verdere sleutelrol in moet spelen, daar ben ik het ook eens met u. Wat mij een beetje zorgen baart, is het eerdere project in 2009-2011, dat bovendien ook in West-Vlaanderen plaatsvond, dat is finaal stopgezet geweest. Nu hebben we opnieuw de kans met het verhaal van Bombardier die zich afspeelt, om die poort naar die arbeidsmarkt 2.0 te gaan openen. Het is een complexe materie. Het gaat over toeslagen op ploegenarbeid, gaat over opgebouwde rechten en zo meer. In Bombardier Brugge, naar ik verneem, is er een zeer goed overleg tussen vakbond en de werkgever zelf. Misschien kunnen de mensen die morgen naar Brussel gaan daar ook een inspirerend voorbeeld aan nemen. Maar het zal belangrijk zijn dat op federaal niveau geen fouten gemaakt worden, goed, zoals mogelijk in het verleden bij de stopzetting van het project. Wens iemand aan te sluiten. Mevrouw Kerbach. Dank u, meneer de voorzitter. Een vraag aan de minister. Er is in april inderdaad van dit jaar is de federale wetgeving aangepast om coresourcing mogelijk te maken, of althans, u noemt het inderdaad de eerste stap. Er moeten nog uitvoeringsbesluiten genomen worden. Daarbij heeft Federgon, de Vereniging voor de Private Arbeidsbemiddelaars, en die dus ook de arbeidsmarktspecialisten in Vlaanderen ook verenigd, heeft toen gevraagd om een rol te geven ook aan de Vlaamse minister van Werk, om te zorgen voor een goede omkadering van de arbeidsmarktspecialisten, want een co-sourcing zal maar lukken als er enerzijds goed sociaal overleg is. Bij Bombardier is dat inderdaad goed gebeurd. Maar dat er ook een duidelijk kader is, zodat er zekerheid kan gegeven worden voor de werknemers ook. Omdat zij zich altijd vragen stellen, wat is de impact op mijn loopbaan, wat is de impact op mijn rechten. En de arbeidsmarktspecialisten kunnen daarin een rol spelen om ervoor te zorgen dat die co-sourcing, dat een good practice wordt en geen slechte praktijk, want de risico's zijn ook wel groot als er anderen daar misbruik van gaan maken. Dus kortom, mijn vraag is, bent u op de hoogte van het voorstel van Federgon, waarbij men dan vraagt voor een erkenningsregeling op Vlaams niveau, om op die manier die co-sourcing goed te omkaderen en op die manier ook een betrokkenheid te hebben in de regelgeving die men op federaal niveau ook uitwerkt? Minister Muitens. Ik ga beginnen met mevrouw Kerbach. Nee, ik ben niet op de hoogte en Federgon heeft mij ook nog nooit gecontacteerd daarover. Ik vind het ook een beetje raar eigenlijk, omdat de relatie werkgever-werknemer 100% een federale materie is. Maar, voor alle duidelijkheid, ik ben direct akkoord. Als ik op Vlaams niveau daaromtrent iets kan doen, ik ben van, ik heb uitgelegd waarom ik ook van ben, en ik zal onmiddellijk, waar ik kan, daarin positief meewerken. Ik ben blij dat u die idee van co-sourcing ook mee genegen bent. Dat betekent dat er blijkbaar grote eensgezindheid over is. Ik hoop dat dat op alle niveaus effectief zo is, maar mijn contact met collega Chris Peters geeft dat ook wel aan. En het was ook zo, meneer Ronsen, dat collega Ronsen, dat van 2009 tot 2011, dat we daar effectief een proefproject hebben gehad. Mevrouw Fournier, u hebt mij daar nog over bevraagd in de commissie in het verleden. Het waren vooral praktische en juridische problemen toen die maakten dat men dat heeft stopgezet. En die problemen kwamen vooral door het stringent kader, mevrouw Kerbach, die er op dat moment was. En die maakte dat eigenlijk praktisch bijna niet uitvoerbaar was. En toen, in 2011, was er ook niet de wil om de wetgeving daaraan aan te passen. Ik zie dat er een eerste stap is gezet, maar volgens mij echt onvoldoende. Want als je een aparte entiteit moet gaan oprichten met verschillende ondernemingen, waar dan die co-sourcing, mensen die in co-sourcing in aanbod komen, daar in die entiteit moeten komen om dan in een of ander bedrijf te gaan werken, denk ik niet dat dat de manier is waar je moet gaan werken. Want dan iedereen die iemand wil binnennemen, moet mee in die nieuwe vennootschap of weet ik veel wat, VZW gaan stappen.
lijkt mij niet flexibel genoeg. Maar ik wil graag, en zo wil ik ook eindigen, op Vlaams vlak zeker alles doen wat we kunnen. En samen met de collega op federaal vlak kijken hoe dat we dat ook kunnen realiseren in het belang van de ondernemingen en de werknemers in Vlaanderen. Mevrouw Van Dier, slotopmerking. Slotopmerking. Wij gaan het zeker blijven opvolgen vanuit de commissie Werk Economie. Meneer Ronsen. Ja, het is belangrijk dat we leren uit de fouten uit het verleden, dat het federale beleidskader in functie is van de noden van onze Vlaamse arbeidsmarkt, maar met een federale minister van Werk die hier in dit half rond meermaals ook het verhaal van de Copernicaanse omwenteling heeft gebracht, heb ik er alle vertrouwen in. Dank u wel. De volgende vraag is actuele vraag van de heer Francesco van der Jeugd op mevrouw Joke Schouwvlieg, Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de achterstallige betalingen bij het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds. Meneer van der Jeugd. Familienaam, zeg ik, van der Jeugd. Ik kan met de knopjes spelen. Hè. Dank u wel, meneer de voorzitter, mevrouw de minister. Geachte collega's. Een erfenis, erven, dat is niet altijd een cadeau. Zeker niet als u als kerstvest Vlaams minister voor Landbouw al direct in een diepe crisis met de sector beland bent. Dat is geen evidentie natuurlijk. Maar daarin boven komt erbij kijken dat de vorige Vlaamse regering enkele beloftes niet is nagekomen. Met name was er beloofd dat de achterstand bij het VLIF, het Vlaams Landbouw Investeringsfonds, drastisch aan gewerkt zou worden en dat deze achterstand zou ingehaald worden. Nu, wat blijkt uit het antwoord van een schriftelijke vraag die ik u enkele weken geleden heb gesteld, dan moet ik toch wel bemerken dat daar pijnlijke en teleurstellende cijfers in terug te vinden zijn. Met name die cijfers die zijn toch zeer hoog, 5600 dossiers die hangende waren, waar er op vandaag een 167-tal dossiers reeds behandeld werden. Van die dossiers, een 2300 dossiers, die ingediend en geregistreerd waren in 2013, die zijn er op vandaag een 5% van behandeld. Te meer dat die 2300 dossiers die daar lopende zijn en ingediend zijn in 2013, ja, dat voornamelijk dossiers zijn uit de varkenssector en de fruitteeltsector, twee sectoren die het op vandaag zeer moeilijk hebben en waar het water misschien zelfs letterlijk zeer hoog aan de lippen staat. Mevrouw de minister, het ontbreekt u niet aan goede wil, want u hebt reeds gezegd in de commissie dat u de dossiers die dateren van 2011-2012, een 850-tal, nog voor het eind van dit jaar zal gaan behandelen. Dat stelt mij gerust. Maar ik heb toch één heel concrete vraag. Eén, hoe u die gigantische achterstand samen met uw administratie op een zo doeltreffend mogelijk en efficiënte manier zal gaan wegwerken, zodat de land- en tuinbouwers de steun krijgen die ze verdienen en ook nodig hebben. Mevrouw de minister, u hoort het. Graag geen beloftes, maar daden die over kunnen gezet worden in acties. Mevrouw Schouwvliegen. Dank u wel, voorzitter. Collega Van der Jeugd, het klopt dat u zegt dat er een historisch, dat is jaren al, opgebouwde achterstand is. Wat niet klopt in uw redenering is dat de vorige Vlaamse regering geen inspanningen zou gedaan hebben. Er is een serieuze budgettaire inspanning gebeurd. Want als je natuurlijk een historisch opgebouwde achterstand wil wegwerken, heb je twee zaken nodig. Dat is één de instrumenten, dat zijn de mensen, maar ook nog bijkomende instrumenten, ik kom daar straks op terug. En twee, de middelen. Je hebt een fonds waar middelen in zitten, 69 miljoen euro. Als je natuurlijk een achterstand moet wegwerken, moet je ook dat fonds kunnen spijzen. Nu, daar is daar een serieuze inspanning gebeurd de voorbije legislatuur. En je ziet ook wel een inhaalbeweging. Dit jaar, dus 2014, zullen wij 1000 dossiers kunnen afwerken. Dat is dus een serieuze inhaalbeweging. Ik denk dat dat belangrijk is. Er wordt ook heel sterk ingezet op digitalisering op dit moment, om ervoor te zorgen dat die dossiers die doorlooptijd ook veel sneller kan. Er zijn natuurlijk ook de mensen die doen wat ze kunnen. Het is natuurlijk ook dezelfde cel die ook bezig is met de Ruslandcrisis. Dus ik denk dat we daar ook intern moeten kijken hoe misschien met zijn aantal tijdelijke verschuivingen kunnen zorgen dat de mensen ook met voldoende menskracht zijn om dat ook op een menselijke manier af te handelen. En daarnaast is er natuurlijk ook het budget en dat blijft natuurlijk ook die inhaalbeweging die daar is ingezet, die blijft natuurlijk ook. Maar wat verandert er ook, en dat is al heel concreet, dat is niet zomaar een belofte, maar dat is vanaf 1 januari 2015 komt er dus een nieuwe manier van steun verlenen
in dat landbouwinvesteringsfonds. En daar zal het de bedoeling zijn dat de dossiers in blokken worden ingediend met een bepaalde termijn en dat zij heel kort na het indienen van dat dossier ook een antwoord zullen krijgen of dat het ontvankelijk is, aanvaardbaar is. Dat zal een heel andere manier zijn, zodanig dat dat zich niet meer verder kan opstapelen. Dus ik denk dat dat zeker ook vanaf volgend jaar heel wat meer rechtszekerheid en snellere duidelijkheid voor de dossiersindieners met zich zal meebrengen. Dus eigenlijk die drie pijlers, dat is het budget natuurlijk, het feit dat we nu al die achterstand wegwerken, 1000 dossiers in 2014 en dan vanaf 1 januari 2015 het nieuwe systeem. Meneer Van der Jeugd. Dank u, mevrouw de minister, voor uw antwoord. Het is inderdaad niet zo dat ik zeg dat er geen inspanningen zijn geleverd, maar natuurlijk, de cijfers liggen er ook niet om. Misschien waren het ook interessant om die twee sectoren dat ik daar straks aanhaalde, zijn de varkenssector en de fruitteeltsector, dat we misschien even kijken of daar eventueel een spoedprocedure tot uitbetaling of behandeling van het dossier zou kunnen gebeuren, zodat die sectoren die nu door allerhande andere Russische importverboden of zo geboycott worden en daarvan het slachtoffer zijn, dat zij daar onze steun absoluut dringend kunnen krijgen. Wens iemand aan te sluiten? Meneer Sinterbin. Ja, voorzitter, collega Van der Jeugd, u bent natuurlijk nieuw in het parlement, maar ik zou mij toch niet te vlug gerustgesteld voelen door de beloftes die gedaan worden door de minister. Ik ben al een tijdje actief in de commissie Landbouw en misschien weet u ook dat in de voorbije jaren, in de voorbije twee legislaturen, de ministers van Landbouw telkens van CD&V-signatuur waren. En ik heb een aantal debatten meegemaakt in de commissie waar eigenlijk telkens opnieuw de belofte werd gedaan, wij gaan de vliegsteun versneld laten uitvoeren. Ik hoop, mevrouw de minister, inderdaad dat misschien met het nieuwe systeem, ja, natuurlijk de ontvankelijkheid van de dossiers zal misschien versnellen, maar daarvoor zal natuurlijk het uitkeren van de middelen waarschijnlijk niet verstellen. En eigenlijk het argument van er zijn te weinig middelen en er is te weinig personeel houdt eigenlijk geen steek natuurlijk wanneer u zoiets opricht als een vliegsteun of vliegsteun wil toekennen aan de landbouwers die inderdaad, zoals de collega zegt, nu die steun nodig hebben. Niet volgend jaar, niet binnen 2 jaar. Dan moet u als Vlaamse overheid, als Vlaamse regering, als Vlaams minister van Landbouw ook uw beloftes nakomen. Dus ik zou er ook voor pleiten om toch zeker versneld te gaan werken. Goed. En inderdaad te bekijken als het mogelijk is om de mensen vanuit de varkenssector en de fruitsector misschien een voorrangsregel te geven. Voorzitter, mevrouw de minister, collega's. De zorg die vertolkt wordt is meer dan terecht. Mevrouw de minister, ik denk dat het absoluut belangrijk is dat de dienst die verantwoordelijk is voor de afwerking en de uitwerking en de uitbetaling van de dossiers op dit moment over meer personeel tijdelijk kan beschikken als we de achterstand effectief willen wegwerken. Aan onze collega Van der Jeugd zou ik ook willen zeggen, het is met een glimlach dat ik dit eraan toevoeg, moest je bij minister Turtelboom pleiten voor meer middelen voor het vlief, dan ben ik heel graag bereid u te steunen. Mevrouw Robijns. Dank u wel, voorzitter, mevrouw de minister. Ja, de verschillende collega's hebben het al aangehaald. De vele landen, tuinbouwers en zeker de kleine familiale bedrijven staat vandaag het water aan de lippen. En ze worden met heel veel onzekerheid geconfronteerd. En ik denk dat we als goed besturende overheid absoluut moeten vermijden dat er nog meer bijkomende onzekerheid bij die mensen bestaat. En hen 2 of 3 jaar lang laten wachten, in onzekerheid laten en laten wachten op hun centen. Voor gedane investeringen is niet alleen echt geen behoorlijk bestuur, maar dat is ook niet zonder gevolg, want voor veel van die kleine bedrijven betekent die investeringssteun vaak het verschil tussen overleven of faillissement. En ik ben blij, mevrouw de minister, dat u een aantal maatregelen aankondigt, maar zoals de collega's ook al zeiden, die zijn in het verleden ook al meermaals aangekondigd en de wachtlijsten en de cijfers zijn nog steeds wat ze zijn. En naast de financiële middelen en de doorlooptijd zou ik toch ook nog even willen benadrukken dat heel veel land- en tuinbouwers gewoon moeilijkheden ondervinden met het invullen van zo'n dossier, waardoor er vaak ook nodeloos vertraging wordt opgelopen, wat misschien ook voorkomen kan worden. Goed, mevrouw Schouwvliegen. Ja, dank u wel. Meneer Engelbos. Ja, alstublieft. Ik had ook een vraag om tussen te komen. Bijziend.
Ja, dank u wel, voorzitter. Mevrouw de minister, ik ga niet herhalen wat de collega's allemaal gezegd hebben. Natuurlijk delen wij diezelfde bezorgdheid. En ik weet van u dat u die bezorgdheid ook deelt. Want ik ben u verschillende keren tegengekomen tussen de fruitbomen in Haspengouw ook en op verschillende boerderijen en stallen. Ja, pas op. Nu, meestal moet u verwijzen naar Europese regelgeving voor bepaalde steun, dat wij gebonden zijn aan Europa. Daar heeft u ook de nodige initiatieven toe genomen. Maar dit is nu net iets wat we zelf vanuit Vlaanderen kunnen doen. En ik zou eigenlijk gewoon de oproep van de collega's willen steunen. Laat ons dat ook doen. U kondigt inderdaad aan vanaf 1 januari naar een nieuw systeem te gaan, waardoor het vlotter zou moeten gaan. Maar ook de uitbetaling zelf zou sneller moeten kunnen. En ik roep toch ook op om de uitbetalingen die nu nog moeten volgen, om inderdaad extra personeel te voorzien. Want we weten allemaal hoe acuut de problemen zijn voor heel veel landbouwers vandaag. Dank u. Mevrouw Schouwvliegen. Ja, collega's. Ik heb daarnet geen aankondiging gedaan, voor alle duidelijkheid. Het is natuurlijk al een beslissing, hè, dat vanaf 1 januari 2015 ook dat nieuw systeem in voege treedt. Dus dat is niet echt een aankondiging, dat is effectief iets wat in de praktijk zich zal voordoen. Wat nu de historische achterstand betreft, ziet u inderdaad dit jaar ook die inhaalbeweging. En dat heeft er ook alles mee te maken dat wij heel uitdrukkelijk gesteld hebben, ook naar aanleiding van de Ruslandcrisis, dat we inderdaad die vliefsteun voor die getroffen sectoren, dat we die ook versneld zouden uitbetalen. Dat zie je en voel je dus ook al nu op dit moment. En dat is ook iets wat ik heb gezegd wat ik zou doen en waar we dus volop aan bezig zijn, zodanig dat we dus inderdaad dit jaar ook aan die sectoren een duidelijk signaal kunnen geven en ook zorgen dat zij de tijdelijke grote tegenslagen die ze op dit moment kennen financieel, dat zij daar toch tijdelijk ook door het toekennen van die vliefsteun tijdelijk ook het hoofd kunnen aanbieden. Dus wij maken er werk van, maar nogmaals, het heeft verschillende facetten. Je kan extra personeel inzetten en we zullen zien hoe we dat kunnen doen of die van andere diensten tijdelijk kunnen inzetten. Maar als je natuurlijk op 1 jaar een heel grote inhaalbeweging doet, dan zit je daar ook met je budget van 69 miljoen euro. En als er plotseling het dubbele van dossiers komt, dan moet je ook wel dat budget natuurlijk ter beschikking hebben. En in de begroting op dit moment staat er dus 69 miljoen euro. En dat is ook het bedrag wat wij willen en kunnen en zullen uitgeven gedurende het begrotingsjaar. De slotopmerking is voor u. Dank u wel. Meneer Sintenbanning, ik ben inderdaad bewust dat de laatste twee ministers van CD&V waren. Ik heb daar absoluut geen probleem mee. Misschien in de toekomst wordt dat misschien nog een keer iemand van Open VLD. Maar tot die tijd, ik denk dat er een heel belangrijk woord in het regeerakkoord staat. En dat is vertrouwen. Dus ik zal bij deze ook mijn vertrouwen aan de ministers schenken. En hoopvol uitkijken naar de acties ten opzichte van de land- en tuinbouwers. Ik dank u. Nu, ik stel voor hem tussentijds toch even een applaus, niet alleen voor meneer Van der Jeugd, die een zeer jeugdige tussenkomst hield, maar voor meneer Van Grieken, meneer Ronsen en uiteraard ook mevrouw Saïs niet te vergeten. U heeft gehoord? Ik kan nog iets goed te maken. De volgende actuele vraag is van mevrouw Karin Brouwers tot de heer Sven Gats, Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd in Brussel. Over het voorstel van de minister om een deel van het VRT-aanbod betalend te maken. Mevrouw Brouwers. Ja, meneer de minister, u verraste ons met uw uitspraak waarin dat u stelde om het digitale platform van de VRT in de toekomst eventueel voor een deel betalend te gaan maken. U heeft daar een aantal argumenten voor. De marktverstoring, het binge-kijken, dat het binge-viewen dat zou moeten betalend worden enzovoort. Die marktverstoring, daar zien wij bijvoorbeeld wel dat de redactie.be, maar dat is dan de website, dat die meer en meer ook geschreven artikels toevoegt aan de audiovisuele content. En dat zij natuurlijk in dat opzicht een stuk concurrentie betekenen voor onze kranten die hun eigen websites hebben, die vaak wel betalend zijn. Dus daar zien we dat wel, maar u zegt, ja, nieuws ga ik uitzonderen, nieuws moet in allen tijden gratis blijven. Dus daar gaat u het al niet kunnen halen. U heeft dan ook het argument gebruikt van, ja, het binge-viewen, iemand die nu achter elkaar een ganse reeks wil zien, die moet daar dan toch maar voor betalen. Maar ja, dat gebeurt eigenlijk al, weliswaar voor de oudere series, maar via, u kan dat eigenlijk via uw digibox momenteel al bekijken, betalend. Dat brengt de VRT zelfs 1,5 miljoen per jaar op via Ooit Gemist. Dus ook daar zien wij niet direct wat u ermee bedoelt.
Ze waren aan het denken, ja, het zal dan misschien over cobra.be gaan of over sportsa.be of zelfs over nieuwe fictiereeksen. Maar daar gaat u misschien toch een stapje te ver. En ik zou daar zeker over van gedachten verder willen wisselen. Want in dit parlement is tot op heden altijd gezegd, nieuwe fictiereeksen of nieuwe programma's die gemaakt worden met openbare middelen, met geld eigenlijk van de belastingbetaler, ja, daar heeft hij dan al eens voor betaald. Hem nog eens laten betalen om er dan in een eerste maal naar te kijken. Dat gaat misschien toch een brug te ver en we wilden eigenlijk zeker zijn dat u dat niet bedoelde. Minister Gals. Dank u wel, mevrouw Brouwers. Ik ben blij dat ik u in onze prille relatie nog steeds kan verrassen. Ja. Dat is een voordeel. Ja, doe maar. Even aangeven wat de huidige beheersovereenkomst stipuleert over betalend kijken. Wanneer de VRT bepaalde programma's, bepaalde content aan derden, distributeurs of anderen ter beschikking stelt om verder uit te zenden, dan kan ze daar een marktconforme prijs voor vragen. En dat is waar u ooit ook even allusie op maakte met ooit gemist en net gemist en dergelijke meer. Anderzijds, wanneer zij zelf, bijvoorbeeld via de redactie.be of via de gewone lineaire televisie, bepaalde programma's aanbiedt, dan kan ze daar geen, dan moet het gratis zijn. Dat is niet alleen trouwens de wil van de beheersovereenkomst, dat hangt ook af van een aantal Europese regels. Dus dat is duidelijk, maar daar ging uw vraag niet over. En mijn uitspraak over het mogelijk betalend maken van een deel van het digitaal aanbod van de VRT ging ook niet over de huidige beheersovereenkomst, maar over de toekomstige. Dus met andere woorden, het voordeel is al, we hebben daar nog tijd om over te praten. Met name, we gaan dat doen in met de beleidsnota. We gaan dat doen met de VRT en we gaan dat ook doen in de Vlaamse regering. Dus met andere woorden, daar is zeker nog veel tijd voor om te kijken of we daar tot een bepaald draagvlak kunnen komen. Wat mijn bekommernis is, en dat is ook de uwe, is dat de Vlaamse kijker eigenlijk verder goede programma's wil bekijken. En ik heb het dan vooral over fictiereeksen. Wanneer we zien dat de betaalbaarheid van die reeksen toch altijd een stukje onder druk komt, want zonder het mediafonds zou dat moeilijker zijn, en met een stukje de lekkage van de advertentiemogelijkheden die van print naar gewoon televisie kijken naar digitaal opschuiven, maar daar gaan we het ook over hebben tijdens de bespreking van de beleidsnota, dan merk je dat dat model wat onder druk komt. En dus een van de mogelijkheden kan zijn om te bekijken, het staat de minister vrij om nieuwe elementen in het debat te gooien, anders moet men ambtenaren aanstellen, laten we zeggen. Waarmee ik niet wil zeggen, want nu gaan alle ambtenaren weer kwaad zijn, dat er geen goede ambtenaren kunnen zijn, maar we zijn er toch om nieuw beleid te maken. Dat het mogelijk moet zijn, wanneer de VRT meer digitale opdrachten krijgt, anders is zij niet mee met de toekomst van de media, dat zij bepaalde programma's wel ter betaling zou kunnen aanbieden. Geen nieuws, geen cultuur, en ik heb u, excuseer voorzitter, maar het is een vraag die, ik ga niet te lang praten, maar het is een vraag die wel meer tijd vraagt dan twee zinnen. U hebt een goed punt gemaakt over hoeveel opinierende stukken moet er in het nieuwsgedeelte van de redactie.be komen. Dat is een discussie die we zeker in de commissie moeten hebben, dat is ook een bekommernis van mij. Maar daar gaat het niet over. Het gaat over bijvoorbeeld wanneer men toch op de VRT bepaalde kwaliteitsvolle series als kijker kan zien. Maar wanneer, wanneer bepaalde kijkers snel een kwaliteitsserie eerst willen zien, volledig voor de anderen, dan is dat voor mij bespreekbaar. Ja. En dus in die zin wil ik met de VRT ook bekijken, en met u en met anderen, wat daarvoor in aanmerking kan komen en wat niet. Maar de bedoeling is niet, mevrouw Brouwers, dat wanneer we zo ver komen en dat er bijkomende inkomsten gegenereerd worden in dat systeem, dat die naar de VRT teruggaan, zoals dat nu het geval is met ooit gemist en net gemist, dat die niet ook in onze algemene overheidspot, onze staatskas, terechtkomen, maar dat die geherinvesteerd, via mediafonds of andere kanalen kunnen worden, in goede Vlaamse fictie. Ik zie u bedenkelijk kijken. Ja. Ik ben benieuwd naar uw antwoord. Ja, ik denk dat het debat nu pas echt geopend is, natuurlijk. CD&V denkt dat de kijker vandaag toch ook al veel betaalt. We betalen voor de kabel, we betalen voor onze digibox. Er is de internettoegang die hier in Vlaanderen duurder is dan in vele omringende Europese landen. Ja, nu nog eens het aanbod van de VRT voor een deel betalend gaan maken. We moeten daar toch zeer voorzichtig in zijn. Wij staan open voor het debat, maar ik zou toch u tot enige voorzichtigheid aanmanen. Tot op heden was het zo dat de producties die door de VRT werden gemaakt samen met anderen en waar die anderen substantieel
bijdroegen, waardoor anders de productie of het programma helemaal niet had bestaan, dat die ook in preview betalend via een of ander kanaal konden uitgezonden worden. Dat bestond al. Maar als je daar verder in gaat, programma's die al praktisch volledig met belastinggeld betaald zijn, nog eens betalend gaan maken, u gaat twee soorten kijkers creëren. Degene die de kans hebben om het op voorhand allemaal tegen betaling te zien en degene die die kans niet krijgen. Ik vind dat toch wel een debat waard en niet alleen dat. We spreken hier ook over de essentie van de openbare omroep. Maar ik denk als we daar hier nu verder op ingaan, dat we een debat aan het voeren zijn. Dat is niet de bedoeling van de actuele vraag. Maar ik stel toch voor om daar inderdaad, naar aanleiding van de beleidsnota, maar ook naar aanleiding van de nieuwe beheersovereenkomst, grondig in de commissie over te spreken. Want in uw beleidsnota stond dit ene element helemaal niet. Ik ben het gaan zoeken. Goed. Vandaar de vraag ook. Wie wens aan te sluiten? Meneer Van Dalen. Nou, dank u, voorzitter. We zijn er, meneer de minister, binnen de lopende beheersovereenkomst inderdaad ook nooit voorstander van geweest om programma's van de openbare omroep achter de betaalmuur te steken. Nu, u zegt er komt een nieuwe beheersovereenkomst, dat is waar, dan kunnen we alles weer tegen het licht houden, uiteraard. Zolang, wat ons betreft, mensen inderdaad maar geen twee keer, collega Brouwers, moeten betalen voor hetzelfde als het normale programmering betreft, namelijk één keer bij de algemene inning van de belastingen en een tweede keer als ze die programma's ook echt willen gaan bekijken. Als er extra diensten worden verleend door de openbare omroep, dat is iets anders. Dan kan misschien ook iets extra's worden gevraagd. Ik denk bijvoorbeeld aan het opvragen van archiefmateriaal en dat soort dingen meer. Maar dan mogen we zeker niet, en dan ben ik het eens met mevrouw Brouwers, zeker niet over één nacht ijs gaan. En het debat wordt nu wel op een moment op gang getrokken waar het inderdaad voor ons een beetje onverwacht komt. Hè? Want die beheersovereenkomst, daar hebben we toch nog 2 jaar de tijd voor. Ik denk dat we er ook rustig de tijd moeten nemen om dat soort dingen die u nu op tafel brengt, om daar grondig over na te denken en met elkaar van gedachten over te wisselen. Mevrouw Segers. Dank u, meneer de voorzitter. Meneer de minister, of vol gaat deze kwestie echt over wat bedoelen we met publieke dienstverlening? Wat is publieke dienstverlening? Het zal u niet verwonderen dat wij daar een andere visie over hebben en dat wij dan ook heel sterke bezwaren hebben tegen een voorstel van betalend maken van content. De Vlaming betaalt van het jaar, vorig jaar, €46 via zijn belastingsgeld voor de VRT en krijgt daar heel veel waar voor zijn geld voor, tot op vandaag. Wij willen dat zo houden. In uw voorstel, uw breder voorstel is om de kernopdracht van de VRT te verengen, betekent dat dat de kijker minder waar voor zijn geld gaat krijgen en er ook nog eens 2 keer gaat moeten voor betalen. Ik was op zoek naar wat bedoelt hij precies met content betalend maken. Als het uw bedoeling is om thuis bijvoorbeeld, de afleveringen van thuis in preview betalend te maken, ja, dan kunnen wij daar alleen maar sterke bezwaren tegen hebben. De Vlaming die heeft recht om na een zware dagtaak thuis te komen, zich voor zijn buis te installeren en thuis te kijken. En dat moet gelden voor alle Vlamingen. Want je creëert een maatschappij van 2 snelheden, waarin dat er sommigen zich kunnen betalen om vooruit te kijken en anderen niet. Meneer Caron. Ja, dank u wel. Het is alsof, ging ik zeggen, je in de gezondheidszorg sneller behandelingen geeft aan mensen die vooraf kunnen betalen en dus 2 keer betalen. Om mevrouw Brouwers wel deze gelijk te geven. Het is een heel riskant verhaal, wat niet betekent dat er geen andere mogelijkheden in de rationale verkoop van fictieseries zijn om geld op te brengen. Hè. Maar het is een dubieus verhaal. En wat mij nog meer verontrust, meneer de minister, is dat, en dat hebt u minder aangehaald, eventjes in de rand, is dat vanuit krantengroepen vooral erg veel druk wordt gezet op de redactie BE, dat die zoveel content gratis geeft. Maar dat vind ik nu eens echt iets om voor te vechten. Hè. Het feit dat de informatie en cultuur die de VRT biedt aan de burger maximaal toegankelijk blijft, dat is iets wat we niet achter een betaalmuur kunnen steken. Want het is met name, waar komen de klachten van? Als de VRT het gratis doet, dan kunnen de anderen het ook niet betalen doen. Weet u wel, dat verhaal. Het is een zeer principiële discussie van toegang tot cultuur en toegang tot nieuws. Meneer Gans. Dank u wel. Ik ben een beetje verwonderd over de ideologische kramp waarmee men terechtkomt ter linkerzijde.
Ter linkerzijde. Dus van mij ter linkerzijde. Hè. Ik hoop dat jullie zichzelf nog altijd als de linkerzijde beschouwen. Maar ik neem zeker mee de woorden grondig debat, voorzichtigheid en dergelijke meer. Inderdaad, het is niet de bedoeling om overnight nieuw beleid te maken of over één nacht ijs te gaan, om in onze standaardtaal dan toch te blijven. Maar laten we zeggen, creatieve ideeën zijn niet verboden. Daarvan gaat de maatschappij vooruit. Hè. En uiteraard moet de basis van de dienstverlening van de VRT openbaar en gratis blijven. Dat spreekt voor zich, anders kom je bij de slang in haar eigen staart. Maar we moeten wel kijken, in functie van het instand houden van het ecosysteem, het Vlaams ecosysteem, dat zeer waardevol is. Ik heb het dan niet alleen over de VRT, maar ook de private spelers. En waarbij eigenlijk de kijker de winnaar moet zijn door naar kwalitatieve programma's te kijken, hoe we bepaalde verbeteringen en vernieuwingen kunnen doorvoeren. Maar het debat is open en ik ben in die zin zeer tevreden met uw vraag, met uw bedenkelijke blikken ook. Dat is een goede aanzet om de volgende weken een goed debat te hebben. Want ik denk wel, laat me dat nu toe, mevrouw Brouwers, mochten we hier een echt debat over gehad hebben, dan zaten we toch al in de bespreking van de beleidsnota. Dit is net iets te snel en te oppervlakkig om een grondig debat bij een actualiteitsvraag te kunnen hebben. Maar we zetten het verder. Mevrouw Brouwers, slotopmerking. Daar geef ik u gelijk in. Dit moet verder uitgesponnen worden in de commissie. Ik maakte mij nog net de bedenking, waar is de tijd van het kijk- en luistergeld? Ja. Iedereen betaalde elk jaar zoveel en daarmee kon hij alles zien en gedaan. We leven natuurlijk in andere tijden. U spreekt nogal graag over het ecosysteem binnen onze media. Ik ben even niet aan het volgen wat er daar allemaal gebeurt. Voorzitter, mag ik voortdoen? Geef tijd bij. Ja, allee. Ja. Mevrouw Brouwers. U spreekt graag over het evenwicht in het ecosysteem binnen de media. Het zeer is belangrijk. Inderdaad heel wat anders dan pakweg 10, 20 jaar geleden. We zullen daar allemaal creatief mee met u naar oplossingen moeten zoeken. Maar toch voorzichtigheid is geboden. Dank u wel. Volgende actuele vraag is van de heer Karel van Louwen tot de heer Sven Gats. En die gaat over de financiering en werking van het Vlaams-Marokkaans Culturenhuis Daarkom. Dank u wel, meneer de voorzitter. Meneer de minister, Daarkom, u kent het voldoende. Het is ook niet de eerste keer dat er een vraag over gesteld is. Ik zou zeggen, het zal ook niet de laatste keer zijn, maar eigenlijk hoop ik van wel dat het ooit de laatste keer zal zijn. We kennen Daarkom als een Vlaams-Marokkaans cultuurhuis dat een kleine 10 jaar geleden hier is gestart in Brussel, in het gebouw La Gaieté. Recent heb ik u een vraag gesteld en heb ik van u een antwoord gekregen met betrekking tot cijfergegevens. Want dat is natuurlijk relevant. Meten is weten. En wat blijkt daaruit? Dat is, meneer de voorzitter, de reden waarom ik toch een bladje mee heb. De eerste jaren, van 2006 tot 2011, was het gebouw gewoonweg niet open. Heeft men daar gedurende 5 jaar ongeveer gerenoveerd. In totaal, van 2006 tot 2014, kost het project aan Vlaanderen 7.407.955 euro. We zitten daar dus ook met een jaarlijks huurcontract van ongeveer 236.511 euro. Als we dat omrekenen naar rode Belgische frank, zitten we dus aan een kleine 10 miljoen. Wanneer ik dan uit uw eigen cijfergegevens ga bekijken wat er eigenlijk gebeurt in Daarkom, dan zie ik daar een zeer, zeer, zeer beperkte werking. Het eerste jaar, 2011, amper 31 activiteiten. Het tweede jaar, 2011, werd het gebouw, de vergaderzaal, de theaterzaal, 39 keer gebruikt en 28 activiteiten werden door derden ingericht. Voorbije jaar, of dit jaar, werden er ongeveer een 60-tal, 65-tal activiteiten verricht. Ik denk dan ook, wanneer we gaan kijken naar die hele structuur, dat we toch kunnen spreken over een moeilijke fase. Ik denk zelfs dat er sprake is van wanbeheer. Ik heb gezien dat er ook wel een ontslag dus is van heel wat directeurs en dat er enkele crisismanagers zullen zijn. Mijn vraag, meneer de voorzitter, is heel concreet. U hebt recent geantwoord dat u de ambassadeur van Marokko zal zien om daarover te spreken, aangezien het een project is van Vlaanderen en Marokko. U hebt ook reeds gepleit voor een nomadisch bestaan. Maar welke conclusies, meneer de voorzitter, meneer de minister, verbindt u aan deze cijfers voor dus de verdere werking en financiering van Daarkom? Minister Gats.
Ja, meneer Van Louwen, ik verbind daar op dit ogenblik nog geen enkele conclusie aan, omdat ik niet anders kan, en dat spijt mij, dan voor een deel hetzelfde antwoorden op de vragen die daarover 3 weken geleden, een maand geleden gesteld zijn in de commissie cultuur. Met andere woorden, ja, uw analyse is voor een groot deel juist. Er zijn al zeer veel middelen naar het project gegaan. En ja, het project is nooit van de grond gekomen zoals de oorspronkelijke initiatiefnemers hadden gehoopt. Maar op dit ogenblik zitten we met een erfenis, om het zo te zeggen, die ons noopt tot nieuwe beslissingen. En concreet weten we wat de Vlaamse overheid en de Marokkaanse overheid er tot op dusver hebben in geïnvesteerd. Want het gaat niet alleen om de werkingsmiddelen, maar ook om de investeringen. We weten dat we gebonden zijn aan een vrij langdurig en duur huurcontract. Maar anderzijds zijn er toch een aantal positieve tekenen sedert de crisismanager zich ontfermd heeft over de werking. Dus wat ik gedaan heb sedert het beantwoorden van uw vraag en die van collega Idrissi, is uiteraard verschillende gesprekken gehad met stakeholders rond de inhoud van wat Daarkom is of kan zijn. Met de Raad van Bestuur uiteraard zelf, met de crisismanager. Volgende week zien wij de ambassadeur van het Koninkrijk Marokko. En het is mij ook bekend dat de minister-president ook daarmee in contact heeft tegen het einde van de maand. Dat is ook niet zonder belang. Omdat hier een beslissing moet genomen worden met twee, men heeft intertijd gekozen voor een interstatelijke constructie, een verdrag met andere woorden waarop de werking van Daarkom gebaseerd is. Dat betekent dat je met twee bent, dat je moet overleggen, dat je moet kijken hoe je een toekomst, welke die toekomst dan ook is, meneer Van Louwen, aan dit project kan geven. En daar behoud ik mij nog even de tijd voor, omdat er tekenen zich misschien een aantal richtingen af, maar ik ga niet unilateraal van op deze kansel communiceren alvorens ik de hoffelijkheid gehad heb om met de ambassadeur van Marokko daarover te overleggen. Dat begrijpt u. Meneer Van Louwen. Dank u wel, meneer de minister. Ja, ik noteer inderdaad iets gelijkaardigs wat u een kleine 3 weken geleden gezegd hebt, dat u met de ambassadeur van Marokko... Maar het is natuurlijk een oud dossier. Hè. Ik hoop daadwerkelijk dat u als Vlaamse minister bevoegd voor dit dossier eigenlijk heel snel een initiatief gaat nemen. Het kan niet zijn dat wij hier dus aan een huurcontract gebonden zijn. We zijn er inderdaad aan gebonden, maar dat toch wel als een molensteen rond Vlaanderen hangt van €236.000 per maand. En daartegenover zien we dan weer dat er dus eigenlijk amper werking is in dit... Heel wat initiatieven in Brussel verdienen bijkomende ondersteuning. Het is op dit ogenblik niet altijd gemakkelijk, maar ik denk maar aan het onderwijs, ik denk aan de kinderopvang. Dan vraag ik me af wanneer ik zie welke bedragen er gegaan zijn naar dit initiatief, of dit niet op een andere, efficiëntere en betere manier in Brussel zou zijn geïnvesteerd. Ik hoop daadwerkelijk dat u snel de juiste beslissing, dat u snel inderdaad met de Marokkaanse overheid een beslissing gaat nemen en dat dit hier geen bodemloze put blijft. Wie wenst aan te sluiten? Meneer Pochet. Dank u wel, meneer de voorzitter. Vorig jaar werd Hugo de Greef aangesteld als crisismanager voor Daarkom. Mijn vraag is eigenlijk heel simpel. Hij heeft een eindrapport geredigeerd. Wat zijn de aanbevelingen daaruit en welke beleidskeuzes koppelt u daaraan? En een bijvraag, u sprak daar juist dat u gesprekken had met stakeholders. Wie waren dat juist? Dank u. Mevrouw Idrissi. Dank u wel, meneer de voorzitter. De vraagstelling van meneer Van Louwen doet mij vermoeden dat het eigenlijk helemaal niet gaat om het Daarkom-project, want u hebt eigenlijk dezelfde vraag een paar weken geleden in de commissie gesteld. Het is eigenlijk een beetje vreemd dat u eerst in de vorige regering ervoor gezorgd hebt dat een groot deel van de subsidies van Daarkom werden afgenomen, waardoor dat er eigenlijk bijna geen werking kon gerealiseerd worden en dat u nu komt zeggen van ja, er is geen werking. Natuurlijk, als je al die werkingsmiddelen afneemt, dan is het ook moeilijk om een werking te ontwikkelen. Nu, meneer de minister heeft in de commissie ook geantwoord, ja, u gaat spreken met stakeholders, u gaat bevragen, u gaat met de Marokkaanse ambassadeur praten.
Ja, wanneer bent u van plan om naar het parlement te komen met een plan voor daar kom? Ik kijk daar eigenlijk heel erg naar uit. En dan nog misschien naar meneer Van Lauwen, heel kort. U bent misschien meneer Caron, niet op, u bent niet op de hoogte van wat dat er in Duitsland, want gisteren nog was er een heel groot meneer Caron heeft het woord. Alleen, de vraag is gesteld en we gaan hier geen debat onder elkaar. De vraag is gesteld, meneer Caron heeft het woord. Ik wil mijn waardering uitspreken voor het serieus waarmee de minister en de ernst waarmee dat dossier wil aanpakken. Het dossier is in alle opzichten besmet en verbrand en... enzovoort. En ik zou aan meneer Van Lauwen de aanbeveling willen meegeven van zich wat te verdiepen in dat dossier. Vooraleer dit soort gratuite uitspraken te doen. Het is waar dat het een dossier is dat slecht bemeesterd is, zoals het heet. Maar er zijn ook heel goede verklaringen voor. En die verklaringen zijn een groot deel bij de vorige regering, die het dossier zelf de nek omgevrongen heeft. En nu zitten we daarmee. Sorry, het moet gezegd zijn zoals het is. Ik zeg niet dat het beheer goed was. Maar het heeft nooit de kans gekregen om tot enige wasdom te komen. En meneer de minister, ik ben ook blij dat u het rapport van Hugo de Greef in oogenschouw meeneemt en in de afweging. Ik zal het plat zeggen. Hè. Ofwel sluit u de tent, ofwel maakt u een reële werking mogelijk met een redelijk, niet onnozel budget, maar een redelijk budget. En want dat is wat we gemist hebben in de vorige legislatuur. Die keuze. Meneer Janssens. Meneer Janssens. Ja, meneer de minister, ik zal een andere insteek geven dan de twee andere oppositiepartijen. Daarkom betekent, zo heb ik althans op de website gelezen, jullie huis, oftewel zoiets als welkom, doe alsof je thuis bent. Wel, je zou je dan toch kunnen afvragen als de tienduizenden Vlamingen en Brusselaars van Marokkaanse origine de voorbije decennia werkelijk zouden gedaan hebben alsof ze zich hier thuis voelen. Dan kan je je toch afvragen waarom er in feite nog een zwaar gesubsidieerd Vlaams-Marokkaans cultuurhuis nodig is. We hebben het dit jaar 50 jaar migratie naar Vlaanderen herdacht, onder andere ook vanuit Marokko. Wel, wie zich al een halve eeuw hier in Vlaanderen heeft gevestigd, zou zich toch allang Vlaming onder de Vlamingen moeten voelen. Zijn er bijvoorbeeld in de Verenigde Staten nog veel Amerikaans-Vlaamse cultuurhuizen? Ik denk het niet, collega's, omdat men zich daar Amerikaan onder de Amerikanen heeft laten manifesteren. En dat is ook inburgering die naam waardig. En daarom, meneer de minister, zou ik u willen vragen, als je dan ook nog eens vaststelt dat dit project... We sluiten af. Als dit project de belastingbetaler veel geld kost en weinig of niks opbrengt, dan kan ik u alleen maar verzoeken om de enige juiste conclusie te trekken en dit project te stoppen. Minister Gats. Dank u wel, voorzitter. Het minste wat we kunnen zeggen is dat dit dossier de gemoederen beroert en dat de meningen zeer uiteenlopend zijn. Ik wil even ingaan op de vraag van meneer Pochet. De bevindingen van de crisismanager gaan in de richting om het huis in te bedden in een samenwerkingsverband met andere instellingen, eerder van, zou ik zeggen, Vlaamse instellingen in Brussel. En de gesprekspartners die ik gezien heb als brede stakeholders van Daarkom, zou ik durven bestempelen als vertegenwoordigers van de levende Marokkaanse gemeenschap in Brussel. Maar ik ga omwille van allerlei redenen, ook reden van privacy, hier niet mensen met naam en toenaam, met wie ik soms vertrouwelijke gesprekken heb, geven, maar u moet zich daar niet te gekke dingen bij voorstellen, hoor. Het gaat erom dat je gewoon een aantal verstandige mensen ziet en dat je vraagt van hoe ziet u de toekomst van dit niet eenvoudige project. En dus de timingvraag van mevrouw Idrissi, die ook terecht is, hè, want we kunnen dat niet laten eeuwig aanslepen. Ik moet erin slagen om tegen het jaareinde een scenario naar voren te schuiven. Dat kunnen meerdere scenario's zijn. En dan wil ik het daar met u gerust over hebben in de commissie. Maar laten we een dossier wat toch al een hele voorgeschiedenis heeft, het is door collega Caron ook even aangegeven, laat mij toch nog even de tijd en laat mij toch nog minstens een aantal belangrijke contacten met onze partner om te kijken hoe we nu een goede oplossing vinden voor dit project. De slotopmerking, meneer Van Lauwen. Dank u wel. Aan zin van meneer Caron wil ik zeggen dat ik mij wel degelijk verdiept heb in dat dossier. Ik heb de cijfergegevens die klaar en duidelijk aantonen hoeveel geld hierin is gestoken. 7.407.000 euro, dat is gigantisch veel. Plus dan nog de koppeling aan een huurcontract van maar liefst 236.000. Ik hoor eveneens de bemerking dat bepaalde subsidies zouden zijn afgenomen
De vraag is natuurlijk of dat de subsidies zijn afgenomen of dat er, omdat er uiteindelijk geen werking was, dan wel dat afspraken uiteindelijk niet werden nageleefd door het bepaalde bestuur. Ik kan alleen maar vaststellen dat er heel wat directies zijn geweest, dat er een verloop is geweest van personeel, dat er crisismanagers werden nagesteld en dat we nu, 8 jaar nadat het project eigenlijk is opgestart, waarvan vijf jaar uiteindelijk een renovatie van een project, dan vraag ik mij toch echt wel af of dat dit op een efficiënte manier werd bestuurd. Ik heb hier ook gehoord dat we spreken over een besmet dossier, een verbrand dossier, een slecht bemeesterd dossier. Ik denk dat inderdaad moet gekeken worden waar de verantwoordelijkheid daarvoor uiteindelijk ligt. Ik dank u. Dank u wel. De volgende zijn 4 vraagstellers. Een actuele vraag van mevrouw Jamila Idrissi tot mevrouw Hilde Krevits, vice-minister-president van de Vlaamse regering en Vlaamse minister van Onderwijs, over het plaatstekort in de Brusselse Nederlandstalige scholen. Gelijkaardige vraag van mevrouw Meuleman, van de heer Segers en mevrouw Brusseel. Wij beginnen met mevrouw Idrissi. Segers is geen vrouw. Mevrouw de minister, het Nederlands wordt vaak gezien als katalysator voor sociale mobiliteit. En dat hebben we deze ochtend nog gehoord in de commissie Brussel. En laat nu onderwijs een van de belangrijkste katalysatoren zijn voor sociale mobiliteit. En zeker het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. En wat zien we, wat lezen we in de krant? Vandaag zijn er meer dan 1300 kinderen geweigerd in Nederlandse scholen omdat ze daar niet binnen kunnen. 600 kleuters en honderden van die kleuters die zijn gewoon thuis. Die hebben geen Nederlandstalige, geen Franstalige school en zitten ook niet ergens in de rand. En dat is eigenlijk wel beschamend. Beschamend voor een samenleving die haar kinderen geen onderwijs kan aanbieden. Omdat we ook schoolachterstand zo organiseren, wanneer kinderen niet naar de kleuterklas kunnen gaan, als ze geen taalbad kunnen krijgen, als ze die kweekvijver die de kleuterschool toch wel is voor een aantal vaardigheden om verder te kunnen in het basisonderwijs en in het verdere leven, ja, dan zijn we die jongeren, die kinderen, aan hun toekomst aan het hypothekeren. En als we willen vermijden dat we die kinderen in de miserie duwen, nu al, ja, dan denk ik dat we daar adequate oplossingen voor moeten aanreiken. Vandaag, op zeer korte termijn. En vandaar, mevrouw de minister, mijn vraag. Hebt u deze cijfers? Zijn deze cijfers juist? En 2, wat gaat u doen? Hoe gaat u deze problematiek die zich vandaag voordoet in Brussel, hoe gaat u die aanpakken? Mevrouw Meuleman. Ja, inderdaad, mevrouw de minister, 1300 kinderen in Brussel die geen plaats vonden in het Nederlandstalige onderwijs. Er zijn er een aantal van die waarschijnlijk wel een plekje gevonden hebben in het Franstalige onderwijs. Maar toch is men er vrij zeker van dat heel wat kinderen geen plek hebben op school. Daar zijn kinderen bij die uit Nederlandstalige gezinnen komen en dus eigenlijk zelfs voorrang hadden in het Nederlandstalige onderwijs die geen plek hebben. Daar zijn kinderen bij die normaal naar het eerste leerjaar moeten gaan, dus die onderhevig zijn aan het leerplicht en geen plek hebben op school. Daar zijn heel wat kinderen bij uit sociaal zwakkere gezinnen die gewoon een jaar later of 2 jaar later naar school zullen gaan. Inderdaad, naar die kinderen waar vorige week zo'n warm pleidooi is voor gehouden, waarvan gezegd werd, we moeten die zo vroeg mogelijk in het onderwijs krijgen om maximale gelijke kansen te garanderen. Dat was hier het pleidooi vorige week. Nu deze week komen we tot de constatatie dat in een stad als Brussel, waar zo hard moet gewerkt worden aan die gelijke kansen, dat we daar zelfs niet eens een plek kunnen voorzien voor kinderen op school. U zegt dan in de krant, mevrouw de minister, ja, maar ja, ik heb daar onmiddellijk iets aan gedaan. Ik heb onmiddellijk 5 miljoen voorzien. Maar volgens mij is dat die 5 miljoen die Pascal Smet al had
voorzien voor 2014 capaciteitsmiddelen. De verdeling van die capaciteitsmiddelen waarvan hij 5 miljoen had voorzien voor Brussel. Dat zijn die. Ik zie u knikken, mevrouw de minister. Tenzij u er nog extra had voorzien. En waarvan minister Van Engel zei, die middelen, dat is een belachelijke som. En een historische vergissing, noemde hij die 5 miljoen toen. Dus ik hoop dat u die historische vergissing, die belachelijke som zal rechtzetten en dat u meer middelen zal voorzien. Te meer omdat inderdaad minister Van Engel vanmorgen gezegd heeft, ik voorzie deze legislatuur 3000 plaatsen. Nu, deze legislatuur, dat is tegen 2019. Die zijn veel dringender nodig, mevrouw de minister. Dus ik wil van u graag weten wat u in 2014 en 2015 gaat creëren aan extra plaatsen en hoe u dat gaat doen en met welke middelen. Meneer Segers. Dank u, voorzitter, mevrouw de minister, collega's. Eind oktober is zo de traditionele periode dat het eerste schoolstof wat gaat zakken. En dan kan je de situatie bekijken qua capaciteiten en inschrijvingen. Wel, wat dat betreft hebben we inderdaad, en de collega's hebben het al aangehaald, toch wel enkele pijnlijke persberichten vanuit Brussel. De cijfers zijn hier genoemd. Een 3000 mensen hebben de melding gekregen dat zij niet terecht konden in hun school van keuze. En dan nog eens 1300 kinderen daarvan, zou door het LOP berekend zijn, zouden eigenlijk uiteindelijk nergens zijn ingeschreven, nog in een Nederlandstalige school in Brussel, nog in Vlaanderen. Nu, uiteraard zijn dat pijnlijke cijfers, toch wel grote getallen. 1300 kinderen die eigenlijk op de schoolbanken zouden moeten zitten, maar daar niet zitten. We weten, collega Meuleman heeft het halvelings al aangehaald, dat er in het verleden door de Vlaamse gemeenschap heel wat inspanningen, ook nog de voorbije legislatuur, jaar per jaar bijkomende inspanningen zijn. Dat heb ik toch begrepen uit uw uitleg. En dat die nu nog zelfs doorgaan. Dat heeft u toch allemaal gezegd, dacht ik. Hè? Dus met andere woorden, wat ons betreft, onze Vlaamse gemeenschap heeft hier al heel wat inspanningen gedaan. En deze discussie is al ettelijke keren gevoerd hier op dit spreekgestoelte. De vraag moet ook eens gesteld worden wat aan Franstalige zijde, Franse gemeenschapszijde, rond deze thematiek aan bod is gekomen. Het blijft gissen naar cijfers wat dat betreft. Dus mijn vraag concreet naar u toe is, hoe ziet u de concrete aanpak van dit probleem in kaart te brengen? Maar dan eindelijk is zowel voor de Vlaamse gemeenschap als voor de Franse gemeenschap, want het is duidelijk een gezamenlijk probleem. En hoe ziet u die aanpak? Mevrouw Brussel. Het is inderdaad een probleem van de ganse stad. Het is een gedeeld probleem. Ik heb er hier 2 weken geleden vol vuur voor gepleit om voor elke peuter en kleuter een plaats te voorzien. Ik heb het toen gehad over een studie waarover de SPA-fractie een beetje verbaasd leek te zijn. Misschien niet, hè, maar ik heb ze bij voor u, mevrouw Genet. Ik zal ze u straks geven. Het gaat over the effects of early intervention on intellectual and academic achievement, a follow-up study of children from low-income families. En daarover gaat het helaas maar al te vaak in Brussel. En ik ben dus ook heel erg geschrokken van de cijfers, mevrouw de minister. Ik weet welke investeringen al gebeurd zijn in het verleden en welke nu op til zijn. Maar ik ben bezorgd over deze cijfers. Hoeveel van die 1291 kinderen zitten nu in het Franstalig onderwijs of in de Europese school of thuis? En thuis is een drama. Thuis is een onrecht. Die kinderen moeten op school zitten. Voor onze fractie is dat het meest dringende probleem dat moet aangepakt worden in het belang van elk kind, in het belang van de sociale mobiliteit en van de toekomst van onze stad. Dus mevrouw de minister, ik wil ook heel graag van u horen of u meer precieze informatie heeft over dit probleem, over de cijfers van het LOP. Dank u. Dank u wel. Mevrouw Krivits. Dank u wel, collega's. Laat mij misschien starten met te melden dat ik de stelling van de vier vraagstellers absoluut onderschrijf. Dat elk kind recht heeft op een plek op school, onafhankelijk van de taal die thuis gesproken wordt. Brussel is een heel specifieke situatie, dat weten jullie allemaal. Ik ga misschien eerst wat duiding geven bij de cijfers. U weet dat al wie zijn kind wil inschrijven in Brussels onderwijs moet zich aanmelden via het LOP Brussel. Dus al die aanmeldingen komen daar binnen. En dan natuurlijk, eens de school gestart is, moet het LOP kunnen weten op een of andere manier, zijn die kinderen die zich aangemeld hebben, zijn die ergens ingeschreven.
Dat is nu gebeurd en wat heeft het LOP vastgesteld? Dat er inderdaad zo'n 1200 kinderen zijn die nergens ingeschreven geraakt zijn. Eerste nuance die ik daarbij wil maken, van die 1200 kinderen zijn er zo'n 600 instappers. Instappers zijn kinderen die voor de eerste keer de kleutertjes, dus de kleinste kleutertjes, dus het is mogelijk, en daar zal ik toch ook naar kijken, dat die, want hoe kan het LOP, weten waar een kind ingeschreven is via het Vlaamse systeem, Discimus, waar de scholen de aanmelding moeten doen. Dus het is mogelijk bij die instappers, dat een aantal instappers, dat de scholen de aanmelding nog niet gedaan hebben, dat ze nog niet in het systeem zitten. Dus wat die 600 betreft, moeten we dat nog bekijken. Dus die 1200, daar zouden van die groep instappers, zouden er een aantal wel een plaats kunnen gekregen hebben, want de school moet het doorgeven. Wallonië heeft geen zo'n systeem, de Franse gemeenschap, heeft geen zo'n systeem. Dus wij kunnen inderdaad niet gaan kijken, die groep, kinderen die zich aangemeld heeft om een plaats te krijgen in het Nederlandstalig onderwijs, is die in het Franstalig onderwijs terechtgekomen of niet? Ik vind dat een groot probleem, omdat we daardoor niet kunnen traceren waar zijn ze precies terechtgekomen. De groep, dus in die groep van 1200, dat die kinderen zitten ofwel in Franstalig onderwijs, ofwel hebben ze huisonderwijs. Wat weten we wel? Als het gaat over leerplicht, onze agentschap, onze onderwijsdiensten gaan echt wel alert controleren op het naleven van de leerplicht. En er zijn niet zoveel kinderen die niet aan die voorwaarden voldoen. Dat is heel beperkt. Maar er moet uiteraard, wat die cijfers betreft, wil ik dat er duidelijkheid komt op twee punten. Eén, dat overleg met de Franse gemeenschap moet er komen. Zij moeten ook een systeem hebben waardoor we echt kunnen kijken waar elk kind terechtkomt. Want er is een heel netwerk van scholen waar ze zouden kunnen terecht in gekomen zijn en wij weten het niet. Twee, op 1 januari 2015 start de VUB samen met een hogeschool een onderzoek naar, ze gaan dus naar die mensen gaan bevragen waar zijn jullie kinderen terecht gekomen om te kijken waar komen ze terecht. Dat is het verleden natuurlijk. En mevrouw Idrissi, u weet, ik ben pas minister, het probleem is inderdaad niet opgelost. Dat is juist. Maar er zijn in het verleden daar ook wat oorzaken voor. Ten derde, dat zou ik ook toch graag meegeven wat de toekomst betreft. Er is een paar weken geleden een discussie geweest in de commissie onderwijs daarover. Er is een capaciteitsmonitor die er komt binnen enkele maanden en waarbij we aan de hand van de nataliteitscijfers een beetje beter zullen kunnen inschatten wat is de capaciteit die nodig zal zijn. Want nu hollen we iedere keer achterop. Je meldt u aan en dan wordt er een plaats gezocht en achteraf zie je dan, dus we moeten eigenlijk op voorhand meer gaan weten wat zijn de vermoedelijke geboortes, dat is voor Gans Vlaanderen dan, en wat is, hoeveel kinderen zouden er kunnen, maar ik heb er al uitleg over gegeven, hoeveel kinderen zouden kunnen terechtkomen. Moet er geïnvesteerd worden? Absoluut. Maar dat weten jullie uiteraard. Ik heb nog niet zo lang geleden een bijzonder goed overleg gehad met mijn collega, Brusselse collega Guy van Engel, die ook een aantal discussiepunten uit het verleden heeft aangehaald. En mevrouw Meuleman, als het gaat over die 5 miljoen, meneer van Engel heeft helemaal niet gezegd dat het een foute keuze was. Hij was verveeld, net zoals ik, dat die 5 miljoen euro, waar al heel veel over georakeld was, dat die niet toegewezen was aan projecten. En dat vind ik een schande. Dus ik kom daartoe als minister, ik zie die begroting, daar staat 5 miljoen geparkeerd voor Brussel. Maar dat geld, zolang je dat niet toewijst natuurlijk aan een project, kun je daar als school niks mee doen. Dus we hebben onmiddellijk dan samen de keuze gemaakt om 3 of 4 scholen om die middelen toe te wijzen. Dat is ondertussen gebeurd. En ik heb meneer van Engel daar helemaal niks negatiefs horen over zeggen. Integendeel, want hij heeft samen met mij die keuze gemaakt. Wij hebben ook afgesproken om samen in Brussel, hij zegt wij willen met de VGC 3000 plaatsen voorzien. Wij willen in Vlaanderen absoluut ook onze middelen investeren. Mevrouw Meuleman wil het nu al weten. Ik zal het masterplan scholenbouw, zullen wij de prioritisering maken. Maar samen met Brussel, met mijn Brusselse collega, willen we in elk geval de capaciteit aanzienlijk vergroten. Maar ik vind inderdaad, en meneer Segers heeft een punt, dat ook onze Franse gemeenschap, dat daar die samenwerking echt wel moet verbeteren. En dat we minstens er moeten in slagen om de gegevens aan elkaar uit te wisselen, zodat we van elk kind toch kunnen weten waar is het terecht gekomen. Nog een kleine nuance bij de cijfers van die 1200, maar dat heeft mevrouw Valentina Koolt van het LOP Brussel zelf gesteld. Van die 1200 zijn er vermoedelijk een 120-tal kinderen die inderdaad recht hadden op voorrang. Die kinderen zijn van Nederlandstalige ouders. Maar voor mij is dat is een belangrijk punt, maar voor mij blijft het, elk kind heeft recht op onderwijs. Dus één, ik zal de cijfers, we gaan nu kijken wie van die instappers wel terechtgekomen is. Twee, we doen een onderzoek naar
Wat zijn de keuzes die ouders dan maken? Hoe komt dat? 3. Er wordt absoluut geïnvesteerd in capaciteit en ik zou bijzonder blij zijn moest volgend jaar dat probleem al een stuk kleiner kunnen zijn. Maar daarvoor hebben we zicht nodig op de kinderen die komen. En daarvoor moeten we erin slagen om ook een uitwisselingsafspraak te hebben nu in de komende maanden met de Franse gemeenschap. Ik heb wel begrepen van mijn administratie vanmorgen dat de Franse gemeenschap ook sterk geïnteresseerd is in ons Discimus-systeem. Dus het ideaal zou natuurlijk zijn dat ze hetzelfde systeem of een gelijkaardig systeem hanteren. Ja, dan wordt het natuurlijk zeer transparant en dan kunnen we eigenlijk zien, want meneer Van Engelkep zei, er is een interpellatie geweest ook in het Brusselse parlement, heeft daar gezegd, er zijn nog plaatsen vrij in het Franstalig onderwijs, maar ik heb er geen zicht op en men heeft daar nog niet dezelfde software ter beschikking. Dus ja, ik deel uw bezorgdheid, ja, er wordt absoluut aan gewerkt, maar wij moeten ook, zowel wat de cijfers betreft, als wat de oorzaken, als wat de investeringen betreft, goed samenwerken en we zullen dat ook doen, niet alleen met Brussel, maar ook met de Franse gemeenschap. Mevrouw Idrissi. Dank u wel, mevrouw de minister, voor uw zeer uitgebreid antwoord en zelfs punctueel antwoord. De capaciteitsuitbreiding, of de middelen die gaan naar capaciteitsuitbreiding van Brussel, daar zien we eigenlijk dat het probleem is niet dat er geen middelen zijn, maar dat de middelen om een school te bouwen, dat daar eigenlijk tussen het toekennen van de middelen en de scholen, dat daar een enorme tijd aan vooraf gaat. En de vraag is, wat gaat u doen om die periode te beperken? Om zoveel mogelijk, zo vlug mogelijk, plaatsen te creëren. Ik denk dat dat een heel belangrijk iets is. En het is goed dat u zegt van ja, we gaan dat allemaal veel grondiger becijferen. En het is belangrijk dat mijn Franstalige collega's ook zo'n systeem is. Ik had gehoopt dat u vandaag zou ook gezegd hebben dat u contact hebt gehad, niet alleen met uw collega Guy van Hengel, maar ook met de minister-president. Want die ging een taskforce oprichten om die scholenproblematiek op te vangen. Dus ik had gehoopt dat u dat vandaag ook zou zeggen, maar blijkbaar hebt u daar nog geen contact mee gehad. Mevrouw Meuleman. Ja, ik ben het daar wel mee eens met de vorige spreker, mevrouw de minister. De situatie in Brussel is complex en je hebt verschillende spelers die inderdaad verantwoordelijk zijn voor het creëren van extra plaatsen in Brussel. De Franse gemeenschap, wij als Vlaamse gemeenschap, Brussel en de Brusselse gemeente. Dus inderdaad, dat moet beter op elkaar afgestemd geraken. Daar heeft u een punt en daar was die taskforce voor in het leven geroepen, die de vorige legislatuur niet echt goed heeft gedraaid, denk ik. Dus bent u van plan om die actief bijeen te roepen en daar inderdaad wat meer achter te zetten? Dat is mijn eerste vraag. Gaat u die activeren en gaat u zorgen dat de dingen sneller verlopen? Maar 2, mijn opmerking, mevrouw de minister. Het staat als een paal boven water dat er enorm veel plaatsen te weinig zijn. Dat er plaatsen over zouden zijn in de Franstalige gemeenschap. Dat is de eerste keer dat ik dat hoor. Ik denk dat daar een groot tekort is. Dat er een totaal tekort is in 2020 van een 20.000-tal plaatsen, waarvan 6.000 Vlaamse plaatsen. Dat is gigantisch. Goed. En dat is een inschatting die we nu al kunnen maken en waar u dus nu al middelen zal moeten voor vrijmaken, denk ik. Meneer Segers. Dank u. Ook op mijn beurt, mevrouw de minister, bedankt voor het antwoord en zeker ook de mogelijke correctie wat de cijfers of de betere inschatting wat de cijfers betreft. Maar nogmaals, of het er 600, 1300 of zelfs 50 zijn, we delen dezelfde mening. Dat getal is te veel. Hè. Dus schoolrijpe kinderen die niet op de schoolbanken zitten, dat vinden wij een drama. In dit geval zeer concreet, daar zit volgens de doelgroep bekeken vanuit het LOP, zitten daar kansarme mensen tussen. Dus daar schooltijd ontnemen betekent onvermijdelijk de vicieuze cirkel naar toekomstkansen. Voor de anderstaligen die voor onze Nederlandstalige gemeenschap hebben gekozen, is het jammer dat zij inderdaad vanaf die kleuterklassen niet die eerste taalbadjaren meekrijgen en daardoor weer met een taalachterstand aan het basisonderwijs beginnen. Maar er zijn nu ook Nederlandstalige leerlingen in het spel. En dat is natuurlijk ook jammer, want in de Brusselse thuisstad, als Nederlandstalige kinderen vanuit Brussel niet in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel kunnen geraken, ja, dan veroorzaakt ook dat weer een taalonevenwicht in die Brusselse klassen. En niet vergeten dat dit ook nog een verschuiving meebrengt naar het Nederlandstalig onderwijs in de Vlaamse rand, met alle gekende problematieken van capaciteitsdruk en taalaspecten. Mevrouw Bousset. Dank u, mevrouw de minister, voor uw antwoord.
Ik ben blij dat u al overleg gehad heeft en dat uw administratie gepraat heeft over Discimus. En sta mij toe van te zeggen dat ze echt wel promotie mogen maken voor Discimus. Want zonder een dergelijk systeem aan Franstalige zijde kunnen wij de Brusselse problematiek niet aanpakken. Dus ik denk dat twee zaken essentieel zijn. Ten eerste dat er een degelijk overleg is, zonder politieke spelletjes tussen alle betrokkenen. Dat zijn de ministers van Onderwijs langs Franstalige zijde, mevrouw Lanan en mevrouw Milquet, u langs Vlaamse zijde en uw Brusselse collega Guy van Engel, die de coördinatie op het terrein moet verzorgen. Dat zijn belangrijke zaken. Men moet ook het gewest responsabiliseren, want het afleveren van vergunningen moet sneller kunnen dan vandaag, me dunkt, voor scholenbouw. Want als je nu een dossier in gang zet, dan duurt het inderdaad lang eer dat de kinderen op die school kunnen gaan zitten. Dat is zeer belangrijk. En ten tweede denk ik dat we wat spoed mogen zetten achter de verschillende procedures ten einde elk kind een plaats te geven. U wenst zich aan te sluiten. Meneer Janssens. Dank u, voorzitter. Ja, ik wil mij toch, mevrouw de minister, aansluiten bij de alarmerende vragen die gesteld zijn door de collega's, want het is toch wel echt te ver gekomen als er Nederlandstalige kinderen in onze hoofdstad gewoon gaan thuisblijven omdat er geen plaats meer is in het Nederlandstalig onderwijs. En dan uiteraard, er is al verwezen naar de noodzakelijke capaciteitsuitbreiding en die vraag ondersteun ik ten zeerste, maar ik wil een bijkomende vraag stellen over de voorrangsregels. Er is een voorrangsregel van 55% voor kinderen van wie minstens één ouder het Nederlands kent. Er is ook een voorrangsregel voor broers en zussen van scholieren. En mijn vraag aan u is dan, mevrouw de minister, moet taal niet het eerste criterium zijn? Moeten we er niet naar streven dat er een 100% voorrangsregel komt voor Nederlandstalige kinderen in het Nederlandstalig onderwijs, zodat wij minstens kunnen verzekeren dat die Nederlandstalige kinderen een plaats hebben in het Nederlandstalig onderwijs in onze hoofdstad. Meneer Pochet. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Toegang tot voldoende kwalitatief onderwijs voor alle Brusselse kinderen is een absolute topprioriteit. En er is al gewezen op de verantwoordelijkheid die gedeeld is door verschillende partijen, zowel door de Vlaamse gemeenschap, waaronder ik ook de VGC uiteraard zie, als de Franse gemeenschap. Maar er is nog een derde partner die eigenlijk niet is besproken en dat zijn de 19 Brusselse gemeenten. Er zijn nog altijd 6, 7 Brusselse gemeenten die geen enkele school inrichten in het Nederlandstalig onderwijs. Mijn eigen gemeente telt 7 gemeentelijke scholen, zijn allemaal Franstalig, geen enkele Nederlandstalige. Dat is ook een lacune die aangepakt moet worden. En in elke Brusselse gemeente is nu minstens 1 Nederlandstalige schepen. Die heeft ook een plicht om op tafel te kloppen en te zorgen in zijn gemeente om voldoende aanbod aan Nederlandstalig onderwijs. Er is ook gesproken over de taskforce van de minister-president uit het Brusselse hoofdstedelijk gewest. Die is onder andere spaak gelopen omdat er gewoon geen cijfers zijn van de Franse gemeenschap. Dus ik zou voorstellen, mevrouw de minister, om daar snel rond samen te zitten met uw Franstalige collega. Dank u. Mevrouw Krewits. Dank u wel, collega's. Ik heb een aantal aanvullende opmerkingen gekregen waar ik mij wel kan in terugvinden. Wat de taskforce betreft, de taskforce, voor mij het enige wat mij nu op dit ogenblik interesseert, we kennen de hinderpalen. Dus wat daarnet de laatste spreker gezegd heeft, klopt. Je moet zorgen dat je transparant je cijfers naast elkaar legt. Ten tweede, ik wil eigenlijk heel graag wat we nu maar we moeten zien of dat het allemaal zo vlot zal lopen, maar ik hoop het van wel. Ik heb met collega Van Engel de afspraak. Laat ons nu een keer samen, niet elk zijn eigen lijst. We hebben samen een lijst met prioriteiten. We keuren samen de dossiers goed. We communiceren er samen over. En we gaan zorgen dat de vergunnings, want dat is natuurlijk vaak Brussel, dat de problemen om vergunningen te krijgen sneller opgelost raken. En wat de toekenning van de middelen betreft, als je al 6 maanden wacht om je projecten te allokeren, dan verliest je al 6 maanden op zich, want die school weet natuurlijk niet dat zij aan de beurt is. Dus laat ons daar nu proberen heel actief in samen te werken. En dan komt de samenwerking met de Franstalige collega. Ook daar, die taskforce wil ik graag geactiveerd zien, maar we weten waar de praktische knelpunten zitten en die moeten de administraties nu proberen opgelost te krijgen. Ik wil daar mijn grote gewicht voor in de schaal leggen, maar ik hoop echt dat men aan de andere kant ook inziet hoe belangrijk het is om dat te doen. Meneer Janssens, wat uw vraag betreft, er is een voorrangsbeleid in Brussel, maar ik heb daarnet ook gezegd, ik vind het aantal Nederlandstalige, er zijn een aantal, ik denk een ondertal, dat zei ik daarnet, Nederlandstalige kinderen van Nederlandstalige die Nederlands spreken of van Nederlandstalige Vlaamse ouders die geen plaats hebben, maar eigenlijk
wik ik mijn woorden in deze, want ik vind dat elk kind gewoon recht heeft op hun plaats. Maar dat is een verantwoordelijkheid van ons, verantwoordelijkheid Vlaamse Gemeenschapscommissie, maar ook een verantwoordelijkheid van de Franse gemeenschap. En ik weet dat ons Vlaams onderwijs populair is. En dat is goed dat het populair is, dat men ook vindt dat de kwaliteit goed is. We moeten daar trots en fier op zijn, maar dat ontslaat natuurlijk de Franse gemeenschap niet, ook van de verantwoordelijkheid om volop te investeren ook in infrastructuur. En als we daar de handen kunnen in elkaar slaan, dan zullen we alweer een stap voorwaarts raken. Collega Meuleman, u zegt, ja, ik heb gewoon een verslag over de plaatsen die er zouden zijn. Ik heb een verslag genomen van de commissie, dus ik heb gewoon een zinnetje daarnet geciteerd van dat er nog plaats zou zijn. Maar ik moet dat ook nog bekijken. Ik heb het pas vanmiddag gelezen, trouwens, naar aanleiding van de vragen die jullie gesteld hebben. En u weet dat Intergeerakkoord, om nog eens op dat inschrijvingsdecreet te komen, ook een bepaling opgenomen is, dat we dat wat soepeler willen maken, die problematiek over de inschrijvingen en ook de Nederlands. Het voorrangsbeleid wordt daarmee onder de loep genomen. Ik heb dat trouwens al gezegd in het Vlaams parlement, naar aanleiding van een vraag die gesteld is enkele weken geleden. Tot de merking. Ja, heel kort. Bedankt, mevrouw de minister, voor uw bijkomende uitleg. Maar wat ik eigenlijk mis is, u hebt het over initiatieven op middellange termijn, maar de kindjes die vandaag niet naar school kunnen gaan, daar is vandaag geen oplossing voor. U hebt geen alternatief. U hebt niet gezegd van, voor die kindjes die vandaag geen plaats hebben, gaan we het oplossen. Dus we gaan overleg plegen, we gaan versoepelen. Allemaal zeer goed, hè? Ik ben het daarmee eens. Maar wat gaat u doen met die kindjes die vandaag, morgen, geen school hebben? Van Meuleman. Ja, mevrouw de minister, ik ben blij dat u zegt samen voor Brussel. Dat u zegt wij moeten ons aanbod vergroten, het Nederlandstalige aanbod. Iedereen moet in onze scholen terecht kunnen. Dat was in de vorige legislatuur wel eens anders. Toen was de bezorgdheid dat de spoeling Nederlandstalige kindjes misschien te dun zou kunnen worden en dat we toch zeker niet te veel plaatsen mochten creëren. Dat vond ik een redenering die ik absoluut niet kon volgen. Ik hoop dat u deze doorbreekt, dat u uw verantwoordelijkheid opneemt voor Brussel. En dat de handen daar in elkaar kunnen geslaan worden, zodanig dat inderdaad elk kind een plaats heeft. Want dat zijn we verplicht aan onze hoofdstad. Taal is belangrijk, sociale achterstelling moeten we daar bestrijden. Dus ik kijk zeer hoopvol naar u. Meneer Segers. Mevrouw de minister, ook dank nog voor de bijkomende toelichtingen en zeker de inspanning die u al geleverd heeft voor de banden met VGC nauwer aan te halen en inderdaad op één lijn te gaan zitten wat dat betreft. Het is in het verleden ook wel eens anders geweest. We moeten dat ook eerlijk durven toegeven. Maar de vorige minister die beklemtoonde altijd dat de coördinerende rol bij het Brusselse hoofdstedelijk gewest lag. Nu, we hebben daar heel wat initiatieven zien ontstaan bij woorden, maar helaas niet met daden. Wat ons betreft mag het gerust een stapje hoger gaan. Ik denk dat er nog overkoepelend onze federale instellingen wel de mogelijkheid moeten bieden om van Vlaamse gemeenschap tot Franse gemeenschap rechtstreeks, wat dit aspect betreft, toch wel eens te gaan kijken. Want zoals de onderwijssituatie op dit moment in Brussel is, is voor ons onaanvaardbaar als Vlaamse hoofdstad en als federale hoofdstad eigenlijk een hoofdstad onwaardig. Tot slot mevrouw Brusseel. Dank u, voorzitter. Mevrouw de minister, ik hoop van harte dat u de middelen zult hebben om te investeren in het Brussels onderwijs. En ik ben er zeker van dat zodra u die middelen heeft, dat u dat zal doen. Ik denk niet dat u zich moet aangesproken voelen door de kritiek van mijn lieve collega Jamila, die ik zeer waardeer. Want voor de kindjes die nu geen plaats hebben, bent u niet degene die moet aangesproken worden. Ik herinner mij dat in de legislatuur 2004-2009... de toenmalige minister Van den Broeke aangesproken werd over de demografische groei in grote steden en dat hij die onder de mat veegde met veel elegantie. Hij heeft toen geen enkel besluit genomen. Zijn opvolger, de voormalig minister van Onderwijs, talmde maar al te vaak. Hij heeft wel middelen vrijgemaakt onder druk van de realiteit, maar u zit nu inderdaad met de gebakken peren, net zoals veel Brusselse ouders. Ik reken erop, ik hoop erop, dat u dit probleem gaat aanpakken. U heeft daarbij al onze steun. Dank u. Goed, dank u wel. Volgende actuele vraag is van de heer Johan Dalen tot mevrouw Annemie Turkelboom, vice-minister-president van de Vlaamse regering, Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie, over de afbouw van premies voor dakisolatie en beglazing. Meneer Dalen.
Meneer de voorzitter, collega's, mevrouw de minister. Ik wil inderdaad ondervragen over de berichtgeving rond de afbouw van de premies rond dakisolatie en hoogrendementsglas. Het is namelijk nog maar een week geleden dat de aankondiging kwam dat de premies voor dakisolatie en hoogrendementsglas zouden afgebouwd worden. Enkele dagen later wist u ons te vertellen, via het VTM-nieuws en andere mediakanalen, dat er al een 3- of 4-voudiging was van het aantal aanvragen voor dit soort premies. U leek daar heel blij om te zijn en u weet wellicht, als mensen blij zijn, kan ik alleen maar toejuichen. Maar ik vrees een beetje dat die blijheid van kortstondige duur zal zijn. En wel hierom. Na de piek van aanvragen is de kans heel groot dat de woestijn zal volgen. En u weet wat er in de woestijn gebeurt, heel erg weinig, dus zeker op het vlak van isolatie is dat geen goede zaak. Ik vind het ook bijzonder vreemd dat een goede maatregel, die zorgt voor jobs, toch belangrijk, voor een vermindering van de CO2-uitstoot, belangrijk, voor betere energiezuinige woningen, ook heel erg belangrijk, en de portemonnee van de mensen, ja, belangrijk, zeker als we weten nu de energiefactuur fel zal stijgen, dat u zo'n maatregel eigenlijk denkt af te schaffen. Nu is mijn vraag heel concreet aan u. Hoe ziet u dat afbouwscenario concreet? Met andere woorden, bent u bereid of bent u van zin om dat afbouwscenario tot een nulscenario af te bouwen? En de vraag die ik daarbij heb is dan, ja, wat daarna? Want daar maken we ons heel erg veel zorgen over. Mevrouw Teutelboom. Dank u wel. Ja, in verband met de dakisolatie hadden we gemerkt dat er tussen 2012 en 2014 een heel sterke terugval was. Terugval van 37%. En dan heb je natuurlijk twee mogelijkheden. Ofwel zeg je, goh, dat is toch wel jammer. Maar je zegt, de premie is er, mensen moeten er maar gebruik van te maken. Maar ik vond dat geen optie, want we weten dat 1 op 5 daken, meer dan 400 huizen, is het dak nog niet geïsoleerd. Dus die premies zijn nodig, maar die premies moeten vooral geraken op de plaats waar ze moeten geraken. Dat is bij de mensen die op dit ogenblik nog in een huis wonen dat niet geïsoleerd is. En dan merken we bij premies dat als je te lang een premie op hetzelfde niveau blijft laten bestaan, dan heb je geen incentive voor mensen om sneller te investeren of om sneller beslissingen te nemen. En dan kom je heel vaak in de situatie waarin we terechtkwamen nu met de dakisolatie, dat eigenlijk uitstel effectief afstel is. Dat men zegt, ik zal het ooit wel eens doen, mijn dak isoleren, maar het gebeurt dat ooit, gebeurt dan eigenlijk nooit. En dan zegt men, heel vaak ook de Bond Beter Leefmilieu zegt, dat is wel interessant om te kijken dat je een afbouw in het vooruitzicht stelt, net om mensen te activeren en te zeggen, als je het nu neemt, dan heb je eigenlijk een grotere tegemoetkoming. Wat hebben wij inderdaad gezien? Dat op het moment dat het aangekondigd is, het was een citaat gewoon uit de beleidsnota dat een journalist zelf eruit had gepikt, dat op dat moment dat er een enorme stijging is van het aantal bezoekers van de website waar je kan zien welke premies je kan gebruikmaken, waar dat ook het aantal aanvragen ×3 is gegaan. Dus sterk gestegen is, afhankelijk van werkmaatschappij Eandis of Infrax, bij Infrax zelfs nog veel meer. En dat is natuurlijk een goede zaak, want wat willen we eigenlijk zeggen? Maak op dit ogenblik, maak er gebruik van elke winter, of elk seizoen, of elke dag, dat je niet geïsoleerd hebt, is eigenlijk een dag die verloren is. Wat is de planning? We zijn dat systeem nu aan het uitwerken. Dat zal voor 2015 zijn. Uiteraard blijven we dat altijd bekijken, want één ding is voor mij heel duidelijk. Energieefficiëntie is naast investeren in hernieuwbare energie een van de prioriteiten van deze regering, een van de prioriteiten van mijn beleid. En dus, ik wil net komen dat ik een volume van meer dakisolatiepremies, totaal volume meer kan uitbetalen, in plaats van minder, omdat echt dat een van de meest efficiënte manieren is om eigenlijk uw woning energiezuinig te maken. Dus we doen deze hervorming net om mensen te zeggen, handel nu. Stel uw gedrag niet uit, maar handel vandaag. En elke winst die je doet, elke isolatie die je vandaag doet, is een dag gewonnen. Ja, Daan. Ja, ik hoor het u graag zeggen. En natuurlijk zijn we de doelstelling ook genegen dat er zoveel mogelijk daken geïsoleerd worden met alle positieve gevolgen van dien. Maar wij maken ons heel erg veel zorgen, want wat daarna? Want als je nu inderdaad zorgt voor ettelijke honderden of misschien een paar duizend extra mogelijke daken die geïsoleerd worden, ja, dan zijn er nog altijd een paar honderdduizend daken in ons land of in Vlaanderen die nog niet geïsoleerd zijn. En dat zijn vaak niet de makkelijkste dossiers. Dus mijn vraag is een beetje, je kan nu misschien blij zijn om
een heel groot aantal dossiers op dit moment, enkele honderden misschien hier extra, of enkele duizenden. Maar als het daarna stilvalt, dan ben je nog veel verder van huis, want dat zijn allicht huizen die je dan opgeeft. Of wat, hoe moet ik dat begrijpen? Nu ben ik aan te sluiten. Meneer Beenders. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw de minister, ik had eigenlijk graag een verduidelijking over het nieuws dat inderdaad vorige week verscheen. Ik weet niet of u de juiste beslissing heeft genomen, de toekomst zal uitwijzen of u de ambitie in zaken energie-efficiëntie gaat halen of niet. Maar die cijfers die u verkondigde enkele dagen na de bekendmaking van de maatregel, die volgden eigenlijk wel heel snel, omdat een aanvraag moet vergezeld zijn van een factuur, moet vergezeld zijn van attesten die ingevuld zijn door een aannemer. Mijn vraag is eigenlijk van... Waar zijn die cijfers eigenlijk? Kunnen we die zien? Kunnen we daarover beschikken? Want na 3 dagen al kunnen aangeven dat het aantal aanvragen verdrievoudigd is. Met een procedure die u moet doorlopen bij het plaatsen van dakisolatie, lijkt me nogal heel snel. Dus ik denk dat het wel nuttig is om die cijfers die u verkondigd heeft, om die op een of andere manier te kunnen inkijken, om te kunnen bestuderen op welke manier er gehandeld is na het bekendmaken van het nieuws rond uw beleidsplannen. Meneer Griffois. Meneer de Griffois. Ja, meneer de voorzitter, mevrouw de minister. Ik denk dat dit inderdaad, als we moeten vaststellen dat de investeringen, het aantal investeringen daalt met 38% tussen 2012 en 2013. En daar wordt toch, denk ik, iedereen mee akkoord gaat dat energie-efficiëntie momenteel het meest belangrijke is. Dat we daar iets moeten mee doen en dat we moeten zorgen voor een aantal prikkels. En een van die prikkels is inderdaad hetgeen dat in de beleidsbrief staat. Maar uiteraard, ik heb het ook al een paar keer aangekaart in de commissie omtrent energie. Er zijn momenteel al meer dan 170.000 scans gebeurd in woningen. Daar kunt je eigenlijk perfect een benchmark van maken van wat dat, laten we zeggen, de meest gemakkelijke maatregelen die men kan uitvoeren, welke de consequenties zijn. Waarmee men zelfs kan de hergeoriënteerde energiesnuurs kunt op de baan sturen om zo snel mogelijk al die zaken uit te voeren en dus niet enkel te focussen op dakisolatie. Dus als u vraagt wat erna, er is nog heel veel potentieel om erna te doen zonder veel investeringskosten. Meneer maar uiteraard, mijn bezorgdheid gaat ook nog omtrent timing, communicatie en heeft u ook met de bouwsector daaromtrent gesproken. Meneer Botuinen. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, ik was blij met de vraag, niet alleen omdat isoleren en dakisolatie heel belangrijk is, maar ook omdat het belangrijk is om daar duidelijk over te zijn naar de Vlaamse gezinnen. Nu, dit is niet nieuw. Niet alleen stond de getrapte verlaging van deze premies al in het regeerakkoord dat we al sinds juli kennen. Ook al in de vorige legislatuur heeft de vorige minister van Energie een afbouw van de premies in het vooruitzicht gesteld toen de dakisolatienorm werd ingesteld. Nu, wat ons betreft is een geleidelijke afbouw van de premies niet hetzelfde als een afschaffing van de premies. Die afschaffing van de premies is wat deze legislatuur zeker niet aan de orde. Integendeel, in het regeerakkoord is afgesproken dat we gaan voor extra stimuli voor gecombineerde investeringen, voor totaalrenovatie. En dus is mijn vraag, mevrouw de minister, het is denk ik belangrijk om heel snel duidelijkheid te geven aan de Vlaamse gezinnen, zodat zij weten waar ze aan toe zijn. Wanneer zal u die duidelijkheid kunnen geven en zal u daarbij ook werk maken van die stimuli voor gecombineerde investeringen, dakisolatie, maar ook rendementsbeglazing, spouwmuurisolatie enzovoort. Meneer Schels. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw de minister, natuurlijk zeer heugelijk te vernemen dat aan het kluwen van premies en vergoedingen die het Vlaamse niveau soms rondstrooit, dat daar eindelijk duidelijkheid in komt. Ik denk ik heb ze hier opgeschreven, de 6 verschillende soorten dakisolaties die dan nog losstaan van de verschillende fiscale tegemoetkomingen die bestaan, daar vindt een kat haar jongen niet in terug. Dus het verheugt mij dat dat vereenvoudigd wordt. Bovendien, collega Daanen, het is niet omdat er nu ingegrepen wordt en een versnelde investering gerealiseerd wordt in de daken, dat die daken dan nadien niet meer geïsoleerd zijn. Elk dak dat door wat de regering doet vanaf vandaag wel geïsoleerd geraakt, is, zoals de minister terecht stelt, gewonnen. Wat er daarna moet gebeuren, dat zal dan in 2015 moeten blijken. En als de minister zegt dat het totaal volume van aantal premies verhoogd zal worden, dan denk ik dat dat ons alleen maar gerust kan stellen en tevreden moet stellen.
Mevrouw de minister, toch wel de vraag of u met de stakeholders uit de bouwsector en ook de consumentenorganisaties voldoende overleg pleegt om er zeker van te zijn dat het nieuwe systeem effectief niet na deze eenmalige stijging plat zal vallen, maar dat het ook de komende jaren nog een prikkelend effect zal hebben. Dank u wel. Mevrouw Teurtenboom. Wat heel belangrijk is, en ik onderschrijf volledig wat gezegd is, een getrapte afbouw is geen afschaffing. De bedoeling is net, als je een sterke daling hebt, dan kan je ofwel niks doen en zeggen, je legt er u bij neer dat 1 op de 5 daken niet geïsoleerd is. Ofwel ga je zeggen, ik ga het premiesysteem herbekijken en zien op welke manier dat ik terug prikkels kan geven aan diegenen om het aan te vragen. Dat is wat wij doen, maar we gaan inderdaad verder ook gaan. We gaan het gans systeem van alle premies die bestaan, en het zijn er heel wat, hè, omdat je ook vaak de combinaties hebt met gemeenten en steden, wat een zeer goede zaak is, gaan we ook onder de loep nemen om te kijken op welke manier kunnen we dat systeem nog vereenvoudigen, op welke manier kunnen we dat koppelen aan gemakkelijke leningen die aan te gaan, en op welke manier kunnen we dat koppelen aan audit, zodanig dat je het juiste doet om op de zo snelst mogelijke manier aan energie-efficiëntie te winnen. De cijfers waarnaar u vraagt, zijn cijfers die wij opgevraagd hebben bij Jandis in Infrax, en zijn de aanvragen die zij nu hebben gekregen, de extra aanvragen, vergeleken met extra aanvragen die ze anders krijgen op andere dagen. Maar uiteraard geen enkel probleem om die cijfers over te maken aan het parlement. Slotopmerking. Ja, beleidvoeren is natuurlijk vooruitkijken. En ik roep toch heel sterk op om heel snel duidelijkheid te creëren. Om ook duidelijkheid te creëren in het degressief scenario wat u voorop stelt en ook wat erna gebeurt. Want een geïntegreerd energiebeleid voeren, dat is veel meer dan mensen oproepen om eenpansgerechten klaar te maken. Goed. Laatste actuele vraag is van mevrouw Valerie Taalemant op mevrouw Lisbeth Womans, vice-minister-president van de Vlaamse regering, Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over de kritische opmerking van het rekenen betreffende verzekering gewaarborgd wonen en het huurgarantiefonds. En een gelijkaardige vraag van de heer Jelle Engelbos. Mevrouw Taalderman, aan u het woord. Dank u wel, mevrouw de minister, collega's. Ik ga mij eerst richten tot de voorzitter. Meneer de voorzitter, in het herfstreces hebben uw diensten, zoals steeds, hard gewerkt en ons heel veel lectuur bezorgd. Zo ontvingen wij allemaal de beleidsnota's van de Vlaamse ministers, de begroting en ook het rekeningenboek 2013 van het Rekenhof. Nu, in het rekeningenboek 2013 formuleert het Rekenhof kritiek op de werking van het huurgarantiefonds en op de kostprijs van de verzekering gewaarborgd wonen. Nu, over die verzekering gewaarborgd wonen, die zit heel duidelijk in de lift met 13.600 aanvragen in 2013. Het Rekenhof is vooral kritisch ten aanzien van Wonen Vlaanderen. En meneer de voorzitter, ik zou graag citeren uit dat rekeningenboek. Wonen Vlaanderen onderzocht niet vooraf de schadestatistieken van de voorbije 5 jaar en vormde zich dus geen beeld of maakte geen raming van wat de verzekering de Vlaamse overheid theoretisch kon of mocht kosten. Het onderzocht evenmin eventuele alternatieven. Dit wat betreft de kritiek op die verzekering en omtrent het huurgarantiefonds wijst het Rekenhof op de gebrekkige start met slechts 245 aangesloten verhuurders in plaats van de verhoopte 18.000. En op dit ogenblik is slechts één dossier voor tegemoetkoming in behandeling. Dit betekent, mevrouw de minister, dat het fonds van circa 5 miljoen euro nog niet werd aangewend tot op vandaag. En mijn vraag, mevrouw de minister, is dan ook welke maatregelen u gaat nemen om tegemoet te komen aan de kritiek van het Rekenhof. Meneer Engelbos. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw de minister, ik ga de resultaten van het rapport van het Rekenhof die uw collega net heeft aangehaald niet herhalen. Maar het is natuurlijk ook een signaal als de voorzitter van de Verenigde Eigenaars deze week in de krant zegt dat hij eigenlijk twijfelt om zijn cliënten en de Verenigde Eigenaars aan te raden om in te stappen in het verhaal van het huurgarantiefonds. Dat is toch wel een signaal dat er ergens iets aan dat systeem zou moeten geëvalueerd worden en mogelijk ook aangepast. Nu, ik druk me ook even eufemistisch uit als ik zeg dat het een beperkt succes is als we minder dan 250 mensen hebben die aangesloten hebben, terwijl dat we er eigenlijk 18.000 hadden gehoopt. Dus mijn vraag is eigenlijk gelijkaardig dan dat van de collega, van hoe evalueert u eigenlijk die bevindingen van het Rekenhof? Dank u.
Mevrouw Romans. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik wil toch wel beginnen met de opmerking te maken dat ik beide zaken waardevolle instrumenten vind in het woonbeleid. Zowel de verzekering gewaarborgd wonen als het huurgarantiefonds. Nu, ik heb het rapport van Trekenhof uiteraard ook doorgenomen. Ik heb, zoals dat betaamt, ook een uitgebreide reactie bezorgd aan de mensen van het Trekenhof. Wat de verzekering gewaarborgd wonen betreft, was eigenlijk de voornaamste kritiek dat de premie die dat de Vlaamse overheid betaalt aan ETIAS, zijnde de verzekeringsinstelling, dat die eigenlijk te hoog lag, gelet op het aantal aanvragen. U weet, en eer wie ere toekomt, dat in de vorige legislatuur door mevrouw Van den Bossen ook nog op het laatste jaar heel hard is ingezet op de verzekering gewaarborgd wonen, om het meer bekend te maken, om ook banken automatisch die verzekering te laten aanbieden aan de klanten. U weet ook, en morgen gaan we denk ik ook uitgebreid daarover kunnen discussiëren tijdens de bespreking van de beleidsnota wonen, die morgen in de commissie staat geagendeerd, dat dat ook een van de belangrijkste aandachtspunten is in mijn beleidsnota, wonen, het meer aantrekkelijk maken en het meer bekend maken van de verzekering gewaarborgd wonen, want ik blijf dat toch wel een heel belangrijk instrument vinden. Ik wil ook nog wel opmerken dat de opmerkingen van het Trekenhof eigenlijk een beetje te vroeg komen, in de zin van het systeem is in 2009 heel grondig aangepast. En als je waardevolle en bruikbare statistieken wilt trekken, moet je dat minstens op een periode van 10 jaar doen. Dus ik denk dat het nu nog veel te vroeg is. Wij gaan er absoluut aan werken in opvolging van mijn voorganger om nog veel meer mensen gebruik te laten maken van die verzekering. Maar het is nu echt nog te vroeg om echt de conclusies van het Trekenhof, gelet op de 5 jaar die gepasseerd zijn, op de 5 jaar na de grondige aanpassing, om daar al echt die conclusies uit te trekken. Wat het huurgarantiefonds betreft, deel ik de mening dat het ook een beetje onbekend en onbemind is. Ik denk dat het heel belangrijk is, naast de verzekering gewaarborgd wonen, dat we eigenlijk meer mensen willen stimuleren een eigen eigendom te hebben. Dat we natuurlijk ook aandacht moeten blijven hebben voor die mensen die nooit een eigendom zullen kunnen hebben en die zich zullen moeten richten op de private huurmarkt. Dus het is absoluut prioritair om de verhuurders aan te zetten om hun private huurwoning op de markt te brengen. Daar was een van de voornaamste kritieken van het Trekenhof dat er veel administratieve romslomp aan te pas komt, dat er bijvoorbeeld ook heel moeilijke procedures zijn met het vredegerecht en dergelijke meer. Maar ook in mijn beleidsnota morgen, u hebt die wellicht allemaal goed doorgenomen om morgen een grondig debat te kunnen voeren, ik twijfel er niet aan. Het staat ook heel duidelijk dat we het systeem van huurgarantiefonds wel gaan evalueren en gaan bijsturen opdat het meer aantrekkelijk zou kunnen gemaakt worden zodanig dat de verhuurder er meer gebruik van maakt. En tot slot, voorzitter, zou ik eigenlijk ook willen vragen, maar u weet, ik heb absoluut respect voor de werking van het parlement en niet het minst van de voorzitter van dit parlement, dat het natuurlijk ook mogelijk is om het rapport van Trekenhof op de agenda van de commissie te agenderen. Ik heb gisteren in de commissie bestuurszaken 1,5 uur gedebatteerd over een rapport van het Trekenhof. Met heel veel plezier, het ging over raamcontracten. Ik denk dat dit een waardevol rapport is, dat ook aandacht verdient. Maar het is natuurlijk heel moeilijk in het bestek van een actuele vraag daar heel grondig op in te gaan. Dus aan deze de oproep, parlementsleden die het nuttig vinden om dat rapport te agenderen op de commissie. Ik ga er heel graag op in en ik zal er met heel veel plezier uitgebreid over debatteren. Dank u wel. Ja, dank u mevrouw de minister voor uw antwoord. En ik was ook heel blij om van u ook te vernemen dat u tevreden bent over dat huurgarantiefonds en over die verzekering gewaarborgd wonen. Want laat mij heel duidelijk zijn, ook voor de CD&V-fractie, zijn dat twee heel sterke en twee heel sociale instrumenten. Als ik denk dat de verzekering gewaarborgd wonen eigenaars beschermt in geval van ziekte en in geval van werkloosheid. En dat het huurgarantiefonds zowel de kwetsbare huurders als verhuurders beschermt. En ik ben blij met uw antwoord en ook met de suggestie om dat verder te bespreken op de commissie. Meneer Engelbos. Ja, dank u wel, mevrouw de minister, voor uw antwoord. Ik ben ook tevreden dat u de systemen wil evalueren, maar dat u vooral ook zegt van kijk, ik vind dat twee waardevolle instrumenten. Ene is voor inderdaad het eigenaar worden te ondersteunen, waar ook in het regeerakkoord staat dat we daar willen op blijven inzetten. En het andere om de private huurmarkt te versterken, want dat is ook nodig. Dus we mogen inderdaad het kind niet met het badwater wegsmijten en we moeten systemen evalueren en waar nodig aanpassen. En ik wil niet op de evaluatie vooruitlopen, maar ik heb dat dus overlopen en nagegaan. Om kunnen gebruik te maken van het huurgarantiefonds moet men inderdaad 7 documenten op een bepaalde tijdspanne indienen. Men komt met 3 diensten in contact, dus het is inderdaad een vrij complex verhaal. En ik hoop dat er inderdaad de nodige aanpassingen kunnen aan gebeuren, zodat het systeem vlotter in gebruik is en ook veel meer eigenaars er gebruik van gaan maken. Dank u. Wens iemand aan te sluiten?
Mevrouw Van Volsen. Mevrouw de minister, inderdaad twee goede instrumenten, maar we moeten toch toegeven dat het Rekenhof eigenlijk twee grote fouten of knelpunten naar voren brengt. Onder andere wat de verzekering gewaarborgd inkomen betreft. Uiteraard een zeer goed instrument om mensen, wanneer ze het moeilijk hebben, toch te garanderen natuurlijk, omdat ze hun woning, hun verwerving van hun eigendom kunnen verder betalen. Maar wat we hier eigenlijk zien, dat is dat er 36 miljoen euro is betaald en dat slechts 1/10 is uitbetaald moeten worden. En ik ben dan ook een klein beetje ontgoocheld in uw antwoord, als ik dat mag zeggen. Als u zegt, kijk, de komende 5 jaar, we zullen de statistieken van 10 jaar bekijken. Nee, ik vind dat je jaar na jaar moet bekijken hoeveel u betaalt aan ETIAS. ETIAS is ook de enige die zich aanbiedt en ik denk dat je toch wel wat meer daadkrachtiger en strengere voorwaarden mag opleggen wat de prijs betreft. Dat is het eerste. En wat het huurgarantiefonds betreft, ja, het zijn allemaal goede bedoelingen, maar uiteindelijk, als je ziet dat daar 5 miljoen euro staat, dat er 2 aanvragen zijn gebeurd, dan is het toch een instrument van de vorige regering die absoluut niet heeft gewerkt. En ik zie er dan ook naar uit, mevrouw de minister, dat wij de komende 5 jaar deze 2 beter zullen optimaliseren en dat er inderdaad ook stimulansen komen voor de private woningen. Dankjewel, voorzitter. Ik was eigenlijk net van plan om te zeggen dat ik heel verheugd ben dat er zo'n kamerbrede consensus bestaat over het belang van de instrumenten van de zekerheid die geboden wordt aan huurders en verhuurders. Maar ik zie dat er toch een klein beetje ruis zit, dat niet iedereen binnen de meerderheid op dezelfde lijn zit wat dat betreft. Maar ik denk dat mevrouw de minister, met uitzondering van wat mevrouw Van Volsheim hier nu zegt, dat niemand het belang van die woonzekerheid, zowel voor huurder als voor eigenaar, kan onderschatten. Zeker nu op alle soorten fronten die zekerheid steeds meer dreigt weg te vallen, die beschermingsmaatregelen op alle soorten manieren steeds meer dreigt weg te vallen, denk ik dat we inderdaad moeten blijven inzetten op woonzekerheid. En ik ben ook bijzonder verheugd dat u het werk van uw voorganger in deze zo heeft onderkend. Mevrouw Van Volsheim, het is natuurlijk niet aan mij om hier, maar Marino Keulen is er niet, collega Keulen kan het niet beamen om hem hier te gaan verdedigen, maar de prijs is onderhandeld in 2009. Ja, we moeten daar ook een beetje eerlijk in zijn. Die is destijds door minister Keulen, toenmalig minister Keulen, onderhandeld. En laat ons eerlijk zijn, er was maar 1 aanbieder. Als zij toen niet op de kar waren gesprongen, dan was er vandaag gewoonweg geen verzekering gewaarborgd wonen. U heeft al gezegd, mevrouw de minister, in de commissie, mensen zullen niet meer in aankomen voor een sociale lening als ze een lening moeten herfinancieren in geval van werkloosheid. Ja. Dus ik denk dat het belangrijk is dat u inderdaad blijft inzetten op die verzekering gewaarborgd wonen. Mevrouw Holmans. Ja, ik wil iedereen bedanken voor toch wel de lof over het feit dat we 2 waardevolle instrumenten willen behouden en zeker ook evalueren. En mevrouw Van Volsheim, uw opmerking. Ja, het is natuurlijk wel zo dat we nu een premie betalen, los, onafhankelijk van het aantal aanvragen dat er zijn. Dus mijn pleidooi is erin, hoe meer dat we de maatregel bekendmaken, hoe meer mensen er beroep doen op die maatregel, hoe minder dat het eigenlijk kost per aanvraag. En dat is hetgeen wat ik wil bereiken. Goed, slotopmerking. Ja, misschien kort, meneer de voorzitter, mevrouw de minister, collega's. Nogmaals heel uitdrukkelijk, onze fractie gelooft in deze 2 instrumenten. En wij hopen dat de evaluatie, onder meer van het huurgarantiefonds, zal leiden naar een optimaal bereik en naar een grotere respons vanuit de doelgroep. Meneer Engelbos. Ja, ook nog heel kort, collega Hostekind. Ik weet niet waar u die ruis gehoord heeft. Mevrouw Van Volsheim heeft een aantal bedenkingen gemaakt. En ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat het systeem goed is, maar dat er eventueel wat aanpassingen nodig zouden kunnen zijn. En dat is ook de reden waarom de minister het systeem zal gaan evalueren. Ik heb het ook in de beleidsnota gelezen dat de systemen worden geëvalueerd en herbekeken. Dus, en ik kijk dan ook uit om verder van gedachten te wisselen in de commissie hoe we die systemen kunnen optimaliseren. Goed, dankjewel. En daarmee zijn alle actuele vragen afgehandeld. Dankjewel. Dames en heren, overeenkomstig artikel 23, eerste lid van de wet van 16 juli 1973, waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekking gewaarborgd wordt, verstrekt het mandaat van de leden van de vaste Nationale Cultuurpactcommissie 6 maanden na de algehele vernieuwing van de gemeenschapsparlementen. Dit is op 25 november 2014. Aan de orde is derhalve de verkiezing van 13 vaste en 13 plaatsvervangende Nederlandstalige leden van de vaste Nationale Cultuurpactcommissie. Overeenkomstig artikel 22, vijfde lid van vernoemde wet, mogen de partijen die in de commissie niet vertegenwoordigd zijn een Nederlandstalig lid met adviserende stem aanwijzen.
op voorwaarde dat ze vertegenwoordigd zijn in het Vlaams parlement. De lijst met de door de fractie voorgedragen kandidaten werd in de zaal rondgedeeld. Vraagt iemand hierover het woord? Meneer Janssens. Ja, voorzitter. Alle partijen die vertegenwoordigd zijn in dit Vlaams parlement, ook degenen die volgens de verdeling niet vast in de commissie vertegenwoordigd zijn, mogen in principe een vertegenwoordiger in de vaste Nationale Cultuurpactcommissie aanduiden. Dus noods met enkel adviserende stem. En dat laatste, dat gebeurt vandaag inderdaad voor twee partijen, zijn de mijne en het UF. En wettelijk gezien is dat inderdaad een formaliteit, maar ik wil toch in deze een belangrijke kanttekening maken. De wet van 16 juli 1973, waar u zojuist naar verwezen heeft, waarborgt inderdaad de bescherming van de ideologische en de filosofische strekkingen. Maar tot welke ideologische of filosofische strekking de Union des Francophones behoort, is voor mij geenszins duidelijk. Het is immers een verzameling van verschillende strekkingen die als enige gemeenschappelijke factor heeft de francofonie. En een taal kan, zoals de voorbije dagen duidelijk is gebleken, ter discussie staan, maar een taal kan toch moeilijk een filosofische of een ideologische strekking genoemd worden. En als je er dan ook nog eens rekening mee houdt dat die partij, de UF, een voor de Vlamingen nefaste politiek voert in de Vlaamse rand, door bijvoorbeeld het bewust overtreden van taalwetten, door het niet toepassen van omzendbrieven, door zich te verzetten tegen de Vlaamse taal of cultuur, dan wil ik namens mijn fractie het grootste bezwaar aantekenen tegen het afvaardigen van een vertegenwoordiger van die partij in deze vaste Nationale Cultuurpactcommissie. Ook al is het dan maar enkel met adviserende stem, ik wil en mijn partij kan dat in geen geval goedkeuren. En er zijn bovendien, meneer de voorzitter, ook presidenten, nog niet zo lang geleden, op 2 oktober 2013, vorig jaar, werd de vervanging van de kandidaat van het UF niet goedgekeurd door deze plenaire vergadering, die toen weliswaar nog anders samengesteld was. 92 leden namen toen aan de stemming deel. 50 leden hebben zich toen terecht verzet, samen met het Vlaams Belang, tegen de voordracht van een kandidaat van het UF. En ik wil dan ook samen met mijn fractie, of in naam van mijn fractie, vragen dat dit Vlaams parlement ook in deze legislatuur voet bij stuk houdt dat een partij die onze eigen decreten en taalwetten aan de laars lapt, volgens ons geen plaats kan hebben in die vaste Nationale Cultuurpactcommissie. En ik wil dan ook aan u vragen, meneer de voorzitter, overeenkomstig ons reglement, dat er een geheime stemming kan gebeuren over de voordracht van de kandidaat van het UF. Goed. Meneer Van Eyck, het moet niet hoor, maar het mag. Ja, dank u voorzitter. Ik zou toch willen antwoorden aan collega dat het UF niet staat alleen voor het overtreden van de wetgevingen. Ik denk dat er instrumenten genoeg zijn vanwege de Vlaamse overheid om op te treden wanneer er problemen zich zouden doen of zich zouden voordoen in gemeenten waar dat de Franstaligen aan de macht zijn. Bij mijn weten zijn er enkele strubbelingen geweest, maar als burgemeester en als schepenen van Linkebeek geweest te zijn gedurende 24 jaar, kan ik u verzekeren dat op geen enkele moment gedurende die 24 jaar een Vlaming werd achteruitgesteld ten opzichte van een Franstalige. Ze werden altijd beschouwd als inwoners van een gemeente die op gelijke voet moeten worden behandeld. En ik denk dat het hetzelfde geldt in de andere faciliteitengemeenten waar er een Franstalige meerderheid is. Ik denk dat dat eigenlijk een voorbeeld is dat we trachten na te volgen. Het enige waarover dat we niet met elkaar overeenkomen is het feit van die omzendbrieven Peters en consorten. Daaromtrent is nu een arrest geweest van de Raad van State, van de algemene vergadering van de Raad van State. En ik hoop dat dat enige soelaas zal brengen in de rand. Meneer Janssens. Ja, meneer Van Eyck, u bent natuurlijk vrij slecht geplaatst om u hier zelf
als het grote voorbeeld naar voren te schuiven in zaken de Vlaamsvriendelijkheid in de Vlaamse rand. Want het was inderdaad u zelf als burgemeester van Linkenbeek die enige tijd geleden mijn voorganger als fractievoorzitter in dit Vlaams parlement, de heer Joris van Houtem, die liet uw manu militari door de Rijkswacht uit uw gemeentehuis zetten omdat de heer Joris van Houtem de terechte moed had om te komen protesteren tegen het feit dat u de taalwetgeving aan uw laars lapte. Dus kom ons hier nu niet zeggen dat u het grote voorbeeld bent van de Vlaamsvriendelijkheid in onze rand. Goed. Dames en heren, even ten behoeve van de leden, want meneer Janssens, ik heb een nota laten maken door de juridische dienst, gehele vernieuwing van de vaste Nationale Cultuurparkcommissie. Die is besproken geworden op het uitgebreid bureau van 15 september 2014, waarbij u aanwezig was, waarbij toen is voorgesteld geworden dat een aantal de partijen hier, behalve Union de Francophone en Vlaams Belang, een aantal vaste en plaatsvervangende leden konden aanstellen. En dan het bureau neemt acte van het feit dat de Vlaamse Belangfractie en Union de Francophone elk een Nederlandstalig lid met adviserende stem mogen aanwijzen. De keer erop, namelijk in het uitgebreid bureau van 23 september, heb ik aan iedereen gevraagd zijn er opmerkingen bij het verslag. Beslissingsnotulen zeggen, het bureau neemt kennis van de beslissingsnotulen van de vergadering van het uitgebreid bureau van 15 september en keurt ze eenparig goed. Dat is één. Twee, de nota van de juridische dienst die was ook duidelijk. En het reglement van het parlement is ook duidelijk, wil ik toch eens even voorlezen. Artikel 10.3 zegt namelijk, de kandidatenlijsten, ongeacht waar het over gaat, wordt onder de volksvertegenwoordigers verspreid. Als het aantal kandidaten overeenstemt met het aantal toe te wijzen plaatsen, worden de kandidaten verkozen of voorgedragen verklaard. Met andere woorden, er hoeft geen stemming over plaats te vinden. Ik lees de namen voor, ik lees de namen van de plaatsvervangers. En die mensen worden dus uitgenodigd om in de handen van de voorzitter van het parlement de voorgeschreven eed af te leggen. Met andere woorden, u was het daar volledig mee eens. En u kunt natuurlijk nu een andere mening erover hebben in het kader van het voortschrijdend inzicht. Maar ik lees nu de namen voor en die namen, dat zijn de mensen die afgevaardigd worden naar de vaste Nationale Cultuurparkcommissie. Ja, meneer Janssens, laatste keer. Voorzitter, heeft niks te maken met voorschrijdend inzicht. Ik weet dat in 2010, ondanks het feit dat toen ook op het uitgebreid bureau daar akte van genomen werd, dat er inderdaad leden waren met adviserende stem, dat er in 2010 in deze plenaire vergadering ook een geheime stemming heeft plaatsgedragen over de voordracht van de kandidaten van de vaste Nationale Cultuurparkcommissie. En ik vraag nu niet meer dan dat wij hetzelfde doen als in 2010 en in 2013. Spijt me, meneer Janssens, ik pas het reglement toe. En nog een keer, u moet natuurlijk op 16 oktober, dat klopt. Maar ik heb een advies gevraagd aan de juridische dienst. Heb ik voorgelegd aan het uitgebreid bureau. En het uitgebreid bureau was het eens met mijn zienswijze. Een zienswijze die trouwens ook u op het uitgebreid bureau heeft goedgekeurd. Hè? Ja, sorry, dan doen we hier een schriftvervalsing dan in ons... U heeft het verslag van het uitgebreid bureau heeft u goedgekeurd. Goed. Dames en heren, er zijn geen andere voorstellen. Aangezien het aantal kandidaten overeenstemt met het aantal toe te wijzen plaatsen, verklaar ik de volgende, dames en heren, met ingang van 25 november 2014 benoemd tot vast lid, plaatsvervangend lid en lid met adviserende stem. Van de vaste Nationale Cultuurparkcommissie. De vaste leden zijn de heer Erik Maas, de heer Emiel Pieters, mevrouw Valerie Reekmans, mevrouw Hanneleen Broeks, mevrouw Hanna Nijs, mevrouw Godelieve Paulet, mevrouw Elisabeth Bulens, mevrouw Marie-Louise Dekkers, de heer Oscar de Wandel, de heer Georges van de Borre, mevrouw Vera Klaas, de heer Tom de Pelsmaker en de heer Gijs Orey. Plaatsvervangerleden zijn de heer Duncan Brakenveld, de heer Thilo Baart, de heer Christophe Dexel, mevrouw Inge Moisson, mevrouw Severine van Broekhoven, de heer Christian Stevenie, de heer Jean Boulogne, de heer Pieter-Jan Matthäus, mevrouw Gerda Pelosi, de heer Jan-Pieter Biesemans, mevrouw Anke Gittenaar, mevrouw Ellen Nijrink, de heer Marc Boudré. Leden met adviserende stem, de heer Paul Puttemans en mevrouw Suzanne Dogen. Alle voorbenoemde leden zullen eerdaags worden uitgenodigd om in handen van de voorzitter de voorgeschreven eed af te leggen. Dames en heren, hiermee zijn we aan het einde gekomen van onze werkzaamheden voor vandaag. We komen opnieuw bijeen op woensdag 12 november 2014 om 14 uur. De vergadering is gesloten en ik wens u een behouden thuiskomst.